Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie zijn. Oh, ben al kapot. Welkom, leuk man. Leuk. Welkom bij mijn show op een bedje van rucola, dames en heren. Hallo. Hey. Oh, dat wordt hard werken vanavond, hoor ik al. Nou, welkom bij mijn show op een bedje van rucola. Daar zien jullie de poster van de show. Dat is het. Hadden jullie misschien al gezien ergens? Zien hangen in de stad. Luchtballonnen. Zeppelins. Nee? Nou goed, dat ben ik in ieder geval. De foto. Dus, moet er wel eerlijk bij zeggen, dames en heren, dat niet alles op de poster is helemaal echt. Maar dat hadden jullie misschien al gezien. Die afwasmiddel is niet echt. En die rucola is ook niet echt. Nee, dat zou natuurlijk niet kunnen. Die zou gaan rotten. Hè? Nee, dat is een stukje marketing, dames en heren. Dat was eigenlijk het idee van mijn impresariaat. Dat is mijn agentschap. Die zeiden, Max, jongen, jouw zalen moeten voller. Hè? Je hebt een veel te lage zaalbezetting. En er staan heel veel cabaretiers te trappen om jouw plek over te nemen. Dus wat we gaan doen, hè, we gaan jou eens even in een soort concept zetten. Een soort format. Ja, dat is gewoon een stukje storytelling. Maken we een soort superheld van jou. Hè? En dan doen we dan ook wat groens bij. Want dat verkoopt ook heel goed, groen. En dan komen er allemaal vrouwen op af. En die nemen dan vaak hun mannen mee. Even kijken of dat zo is vanavond. En ik zeg, ja, maar is dat dan wel eerlijk, weet je? Want dan zit heel die zaal daar zo best wel vol. En dan zien ze dat ik niet echt zo ben. Zij zeggen, maakt het dan niet uit, Max? Die hebben ze al een kaartje gekocht. Dat is gewoon een stukje beeldvorming, Max. Een stukje beeldvorming. Een stukje storytelling. En jij moet ook werken aan je naamsbekendheid. Nou, vandaar die letters, dames en heren. Dat ben ik. En ik ben dan ook gaan vloggen. Dat moest dan ook van hun. Want iedereen vlogt. Jij moet ook vloggen. En ja, oh, ik heb daar zo'n hekel aan. Al dat vloggen en gedoe. Maar ja, ik merk gewoon dat ik eigenlijk geen nee meer kan zeggen. Dus ja, ik ben dan ook maar gaan vloggen. En nou sta ik al zo'n 2 minuten hier op het podium. En nu hebben mijn volgers al 2 minuten niks van mij gehoord. En dat schijnt dodelijk te zijn. In de wereld van het vloggen. Dus ik moet even heel snel een vlogje opnemen. Dat ik goed op het podium ben aangekomen. Dan kom ik zo bij jullie. Ja. Oh, jullie hebben er zin in. Ja, mooi. Even kijken, dan gaan we even heel snel een vlogje opnemen. Ik speel nou binnenkort nog in Vlaardingen en dan loopt het nog niet zo goed. In Vlaardingen, dus ik ga even proberen die zaal nou ook een beetje vol te krijgen. Die mensen die komen maar niet, even kijken hoor. Ja, het ziet er goed uit. Oké, let's do it. Even. Dit is onzinlijk. Hey, yo, vloggies. Leuk dat jullie kijken, man. Big shout-out aan de mensen in Vlaardingen, waar ik binnenkort speel bij mijn show op een bedje van rucola. En dat is een wicked show. Kijk, je ziet de poster. Dat ben ik. Ik ben helemaal afgetraind speciaal voor deze show. En het is te gek, man. Het is een te gekke show. Vanavond sta ik in Eindhoven. En het is superleuk hier. De mensen zijn dol enthousiast. Ze zijn gewoon iets te... Ja. Dankjewel. De mensen zijn echt wild enthousiast. Ja, nee, dat woordje was in principe goed. Maar een beetje laat. Nee, maar kijk, als je in Vlaardingen moet zeggen, nou, dat moet bijzonder zijn, weet je, daar moeten we naartoe. Want zo, dat, allemaal mond-op-mond reclame, zo werkt dat tegenwoordig. Dus als je een beetje, ja, iets, dankjewel, dat zou echt heel fijn zijn, iets enthousiaster. Dat zou, maak het helemaal goed, hè, wees niet bang. Ja, begin maar. Ja, nee. Misschien is wel leuk, ik gooide dat hemd vandaag in het publiek net, waar is dat beland? Oh, is dat hier beland? Oké, leuk. Ja, mevrouw met het oranje shirt, mag ik vragen, hoe heet jij? Gaby. Gaby, leuke naam. Gaby, zou jij het hemd aan Gaby willen geven? Ja? Wil je het niet kwijt? Nee, ja, je mag het. Ja. Gaby, zou je dadelijk misschien, als ik het filmpje opneem, zou je dan op een gegeven moment dat hemd even naar mij willen gooien? Ja, een beetje zeg maar zo, weet je wel, zo, alsof het je BH is of zo. Ja, dat gevoel een beetje, weet je wel. Nee, maar dan denken ze in Vlaardingen, oh, dan moeten we naartoe. Dan moeten we naartoe. Al die huisvrouwen daar, dan moeten we naartoe. Ja, en dus echt een beetje, weet je wel, zo van dat. Ah, ah. Ken je dat?
Ja, even oefenen. Je mag ook even gaan staan, want we zien jou niet. Kijk, ik film mezelf zo. Zie je, dat ben ik. En dan dus, dat zien zij niet. Hè? Dus je kan alles doen als je maar goed raakt. Hoor. Even oefenen, sta ik zo. Hopsa! Godverdomme, zeg. Ja, man. Heb je aan handbal gezeten, Gaby, of zo? Wat? Daar zat een hoop woede achter. Jezus, man. Ja, goed hoor, even kijken. Want dat vind ik een beetje eng. Even kijken, hoe heet... Nee, Gaby, heel goed. Mag iets minder hard. Dat is wel... applausje voor Gaby, want dat was een goeie, hè? Dat was goed. Ja, heel goed. Ja, nou heb ik wel de smaak te pakken. Misschien is het ook wel leuk. Hoe heet u, mevrouw? Mieke. Gaby en Mieke. Mieke, misschien kun jij dan... Na Gaby kun jij dan deze bloemen naar mij gooien. Ja. Ja, nee, maar dan denken ze in Vlaardingen, daar moeten we naartoe. He, dat is wel bijzonder, die mensen gooien allerlei dingen. En Mieke, het werkt het beste als je ze zeg maar met de punt naar voren gooit. Tegelijk, maar niet in mijn ogen. Dat is dan wel het enige. En zullen we dat heel even oefenen? Ja. Ja, oké. Dus je mag ook gaan staan, we zien jou niet, hè? We zien alleen maar die bloemen, ik sta zo te praten. Oh, wauw, dit is het allemaal gaaf. Ja, komt goed. Applausje voor Mieke, jawel. Dadelijk, hè, dan... Leuk, Gaby, Mieke. Ja, goed man. Leuk. Even kijken. Even kijken. Meneer, hoe heet u met de bril? Klaas. Ja. Klaas, dan wil ik jou vragen tot slot, aan het einde van het filmpje, of jij dan deze slipjes naar mij kan gooien, Klaas. Ja. Wil je dat doen, Klaas? Ja, ze zijn van mevrouw, ze zijn gewassen. Dus ze lagen bij de wasmand, in ieder geval. Klaas, en doe dat dan lekker ook weer, weet je wel, zo, hè? Maar doe maar zonder geluid, want dan... Anders krijg ik de verkeerde doelgroep in Vlaardingen. Dat moeten we niet hebben. Leuk, Klaas. Gaaf. Klaas. Gaby, waar zit je? Daar zet jij je shirt. Valt een beetje. Gaby en Mieke. Leuk, man. Leuk. Oh ja, de cue natuurlijk. Wanneer moet je dat nou doen? Hè? Begin natuurlijk met Gaby, dan Mieke, dan Klaas. Op een gegeven moment zeg ik zoiets van Gaby van... De mensen zijn zo enthousiast in Eindhoven. Dan komen die zelf het podium op gewoon. Mevrouw, blijf van mijn jasje. Blijf van mijn jasje. Ah, oeh. Je moet wat, dames en heren. Echt ongelooflijk. Maar ja, voor de rest, misschien is het wel leuk dat als ik me dan aanzet, dat ik dan net aan het einde van de grap zit, die jullie heel leuk vinden. Zou theoretisch zomaar zo kunnen zijn natuurlijk, hè? Nee, maar dan hè, dus laten we even oefenen. Dan zeg ik zoiets van, zei ik vannacht ook tegen je vrouw. Serieus? Die was echt zo, ik geloof er helemaal niks van. Nee, iets enthousiasme van. Dan zei ik vannacht tegen mevrouw. En een applausje erbij. Applausje erbij. Kom maar. Ja. Leuk man. Ja. Helemaal goed, Eindhoven. Ik neem al wat lachkrediet op. Ik maak het helemaal goed. Leuk. Gaan we een leuk filmpje maken. Leuk. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja, Mieke, Gaby, Klaas. Oké, daar gaan we. Dat zei ik vannacht ook tegen je vrouw. Dankjewel. Dankjewel. Hey Vlaardingen, leuk dat je kijkt man. Binnenkort speel ik bij jullie in het theater. Mijn voorstelling op een bedje van Rucola. En hier zie je de poster. Kijk eens, helemaal afgetreden ben ik. Vanavond speel ik in Eindhoven in de grote zaal. Dat is het publiek, moet je kijken. Jezus, hou nou even op. Ik ben even een filmpje aan het opnemen. Hou nou even op. Mensen zijn hier echt te enthousiast. Ze komen hier zelfs het podium op. Oh, mevrouw, blijf van mijn jasje. Blijf van mijn jasje. Oh, blijf van mijn jasje. Oh, gooi. Oh, ja, oh, moet je kijken, man. Wat ze allemaal gooien, dat is niet normaal. Dank jullie wel. Kom kijken in Vlaardingen op een bedje van Rucola. Woe! Oh, fuck, hij stond niet aan. Oh, shit. Oh, fuck, man. Oh, nou, dat was oké. Er bleef niet veel meer van open, Gaby, hè, van die worp van jou. Dat was nu zo'n onderhands softbalworpje, was het een beetje. Maar nee, goed gedaan, jongens, goed gedaan. Oh, man, wat ik allemaal moet doen om mijn zalen vol te krijgen, echt niet normaal, hoor. Och, dan ben ik meer en meer van mijn tijd dan kwijt, dames en heren, serieus. Oh, jongen, man. Eigenlijk is de verpakking een beetje belangrijker geworden dan het product zelf, hè. Dat merk ik ook in mijn dagelijks leven. Ik ben afgelopen jaar 46 geworden, dames en heren. En is dat nog niet zo heel oud, weet je. Maar toen ik 46 had, had ik wel even een beetje moeite mee. Want dat is toch, je bent wel echt over de helft nu. En ik had zoiets van, is dat nou jong? Klaas, hoe oud ben jij, mag ik dat weten? 57. Dat is duidelijk, dat is oud.
Ja. Nee, ja. Maar jong, oud, hè. Maar dan dat is wel duidelijk zo, hè. Dat is wel, nou goed, ja. Maar ik werd 46, dacht, nou, is dat nou oud? Valt wel mee, weet je wel. Ik had zo van, nee, ik ben gewoon nog jong. Niks aan de hand, Max, ik kan nog alles. En, maar een week nadat ik 46 werd, kreeg ik een aanbieding in de bus van Tena Man. En ik weet niet of jullie Tena Man kennen. Misschien kennen jullie wel Tena Lady, hè. Dat is zeg maar ondergoed voor dames die, ja, incontinent zijn. Die zeg maar een beetje, ja, zijn gaan lekken. Hm? Vroeg of laat gaan we allemaal lekken. Hè? Daar hoef je niet voor te schamen. Klaas, lek jij al? Nee. Mieke? Nee, natuurlijk niet. Hè? Nee, nee, nee. Het is toch een soort taboe, hè? En dan heb je dus Tena Lady als oplossing. En de mannelijke variant is Tena Man. En ik kreeg een aanbieding in de bus. Aan mij gericht, mijn naam erop van Tena Man. Ik dacht, hoe komen ze nou bij mij? Maar waarschijnlijk toen ik de 45 was gepasseerd, was ik marketingtechnisch, was ik in een soort lekzone terechtgekomen. En dan word je tegenwoordig meteen benaderd. En ik maak het zo open, zit een folder in, inderdaad, voor mannenluiers. Maar ja, ze verpakken het heel goed, hè. Ze noemen het dan geen luiers. Want dat zou niet klinken, hè. Van, wilt u luiers? Dan denk ik, oh, nee. Maar ze noemen het dan absorbent protectors. En dat vond ik wel slim. Ik dacht, dat klinkt wel goed. Absorbent protector, hè. Dat klinkt beter dan een luier. Nee, wat klinkt beter? Schat, mijn luier zit vol. Of... Honey, mijn absorbent protector is heel absorbed. Het is precies hetzelfde. Maar ze verpakken het gewoon heel slim. En ze hadden dan op die voorkant van die folder hadden ze dan ook zo'n soort bouwvakker gezet. Zo'n model. Die had dan zo'n helm en zo'n hemd. Zo, weet je, zo'n stoer, zo'n kruiwagen. Die keek dan met zo'n hele brutale blik in de camera van... Ja, ik lek, ja. Nou, hè? Kan ik zelfs niet een stoere bouwvakker zijn? Die 80 kilo puin naar de andere kant van de bouwplaats rijdt? Omdat ik wat dubbel druppeltjes vocht verlies, kan dat niet? Kan ik die stoere bouwvakker zijn die de vrouwtjes achterna loopt te roepen? Hey, lekker ding, waar ga jij naartoe? Kom eens even hier, jij. Terwijl hij zichzelf onder staat te pissen, gewoon kan dat niet. Dat kan wel, dankzij Tena Man. Ik ben Jaap, de stoere bouwvakker. Ik ga weer aan het werk, weet je wel. Zo, dat is dan het verhaaltje, weet je wel. Jaap, de stoere bouwvakker. Van, heb je Jaap gezien, de stoere bouwvakker? Jaap, de stoere bouwvakker? Oh, je bedoelt die gast met die laaier, bedoel je? Ja, dan moet je gewoon een druppelspoor volgen. Kom je vanzelf bij Jaap uit. Het is daarachter... Maar of ik een gratis proefpakket wil. Nou, gratis. Ik heb het niet nodig, maar gratis. Ik denk, nou, ik het bestellen via tenaman.nl. Een week later krijg ik een pakketje binnen. Is echt zo'n stoer pakketje, weet je. Een beetje van die gilet-achtige kleuren. En ik had dan level 2 gekregen. Want je hebt blijkbaar ook verschillende levels in lekken. Wist ik ook niet. Klaas, welk level zit jij? Nee, hè? Toch even proberen, hè? Ik had dan level 2 gekregen. En het level wordt dan ook op de verpakking aangegeven aan de hand van een aantal druppeltjes. Dus level 2 is 2 druppeltjes, 4 druppeltjes. Level 4, 8, 10, 12, 14. Dan zit je in een ton of zo, neem ik aan. Ik weet het niet. En ik dacht, weet je wat ik doe? Toch eens naar zo'n broekje kijken. Hè? Dus ik maak ze open, haal zo'n broekje uit. En dat is, pofverdomme, een stoer broekje, man. Echt zo elastisch zo, weet je wel. Zo schuin uitgesneden. Zo'n flinke bobbel, zo. Dat was dan waarschijnlijk de absorbent protector. Of misschien het advanced odor system. Ik weet het niet. En ik was alleen thuis. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik trek zo'n broekje gewoon eens aan. Gewoon kijken hoe het zit. En ik trek dat ding aan. En het zit lekker. Ik voelde mezelf op dat moment een partij zeker van mezelf worden. Echt zo... Bruh. Ik werd een soort superheld, man. Van dat broekje met die bobbel. Echt zo'n soort Tena Man, weet je? Tena Man die door de lucht vliegt zo met zijn cape en zijn absorbent protector zo... En als er dan ergens een dijk doorbraak is, dan komt hij en dan... slurpt hij alles op, man. Ik heb dat ding uiteindelijk 2 weken aangehouden. Nou, het is zo relaxed, man. Weet je? Je staat gewoon met mensen te praten. Die denken, ja. Ik sta gewoon te pissen op dit moment. Ja. Maar goed, dames en heren, dan moet ik zeggen, ook al zeggen dat ik luiers kan gebruiken, want het is namelijk zo, mijn vrouw is namelijk zwanger. En ik zeg dat omdat zij hoogzwanger is, dames en heren. En daarom heb ik vanavond mijn telefoon op het podium liggen. Het zou heel lullig zijn als het vanavond zou gebeuren. Dan moeten we opnieuw terugkomen. Zo, we gaan er niet vanuit dat het gebeurt, maar ze zit binnen die 3 weken grens. Dus in theorie zou het iets vroeger kunnen komen. En dan, dan krijg ik even binnen. Dus ik denk dat waarom uit die telefoon is daarom. Dan weet u dat mijn vrouw zwanger is. Goed. God, man, als ik... Iedere keer als ik mezelf die zin hoor zeggen, zo mijn vrouw is zwanger, dan denk ik echt van, hè? Dat is echt een zin waarvan ik gewoon nooit had gedacht dat ik hem überhaupt ooit zou zeggen.
Nou, ik merk gewoon dat ik geen nee meer kan zeggen, man. Dat ik gewoon... Hè, ik ben afgelopen jaar ook getrouwd, bijvoorbeeld, dames en heren. Ja, dankjewel. Ja, zo knap is dat niet, maar ja. Bij elkaar blijven is knapper natuurlijk, maar... Nee, maar ik ben geringd. Moet je kijken, man. Dat had ik nooit gedacht, man. Ik weet niet wat het is, maar een paar jaar geleden, toen woonde ik nog in Amsterdam. Dan had ik zo'n mannenbunkertje, had ik daar, zo'n appartementje. En daar woonde ik lekker zo. En er kwamen zoveel vrienden over de vloer. En dan was een beetje lekker voetbal kijken. Champions League, zo'n koelkast vol met bier. Weet je wel, lekker zo gezellig. En er kwamen af en toe wel vrouwtjes over de vloer. Maar dan was de dag erna netjes, hupskee, wegwezen, weet je wel. Dat was een beetje wat ik voor mezelf had uitgestippeld. Zo. Dat wordt de rest van mijn leven. Hè? En nu sta ik hier, man, getrouwd. Ik word vaar. Ik weet niet, man, het is zo snel allemaal gegaan, gewoon. Het is echt zo, ik weet nog wel wat het beslissende moment was, dames. Ik weet nog dat ik leerde mijn huidige vrouw kennen. En dat was eerst een one-night stand. En er werd een soort two-night stand, three-night stand. Je kent het wel. Ja, en op een gegeven moment hadden we wat. Oké, ik zeg, wij hebben iets, maar ik ga niet meer samenwonen. Heb ik allemaal gehad. Ga ik niet meer aan beginnen. Dat gedoe hoef ik niet meer. Nee, dat is oké. En ik zeg, je mag je best komen, maar geen spullen hier achterlaten. Dit is mijn huis, dat is jouw huis. Nee, dat is helemaal goed. Maar toen op een dag kwam ik in de badkamer. En daar stond in het bekertje van de tandenborstels... stonden in één keer twee tandenborstels in plaats van één. En die tweede was van haar. Die had zij daar neergezet. En achteraf denk ik, dat was een beslissend moment. Want jullie weten allemaal wat zo'n tandenborstel betekent. Zo'n tandenborstel is niet gewoon een tandenborstel, hè? Nee, zo'n tandenborstel is eigenlijk een soort vlaggetje... dat de vrouw zo op de man plant. Zo, hè, zo van, de kolonisatie is begonnen. Ja, zo... Ze heel geduldig. En achteraf denk ik, als ik toen had gezegd... Hé, wat doet die tandenborstel hier? Flikker een schouw op. Was mijn leven die kant op gegaan. En nu, bam, nu ga ik eens... Vanaf dat moment ging het zo snel. Voordat ik het wist, stond er zo boven in het badkamerkastje... stond zo'n klein flesje parfum van haar zo. En van die kleine grijpertjes had ze neergegooid. Van die elastiekjes in zo'n hoekje. In mijn kledingkast vond ik een keer van die stringetjes en sokkenbolletjes. Had ze zichzelf zo'n eigen hoekje toegewezen. Van daaruit ging ze werken, weet je wel? Zo dat zo. En iedere keer zo klein, zo'n sokkenbolletje erbij... dat je op een gegeven moment niet doorhebt. Hey, zit nou die hele plank al vol met haarspullen? He, een beetje zoals bij Planet Earth. Heb je van die versnelde beelden. En dan zie je in één keer zo... dat die kast gewoon helemaal van haar was op een gegeven moment. En ze was er ook altijd... hele huis lag vol met haarspullen. Ik denk, nou ja, oké, dan kan ik net zo goed gaan samenwonen. Dus ik ga samenwonen. Ben ik naar Rotterdam verhuisd, dames. Heb ik voor de liefde naar Rotterdam verhuisd. En ik weet nog dat ik tot dat huis liep. En ik dacht, er is niks in de hand, Max. Er is gewoon niks in de hand. Je gaat dan wel weer samenwonen, maar eigenlijk wordt het gewoon jouw huis waar zij ook woont. He? Zo daar in de hoek, dan komt dat kooitje. Zo, dan kan ik er dan zo instoppen. Dat kleine kamertje boven, dan wordt het ongesteldheidskamertje. He? En dan een heel strafsysteem had ik bedacht met gele kaarten en rode kaarten. Als ze iets zei wat me niet beviel, hè? Geel. Twee keer geel-rood naar dat kamertje. Ongesteld, direct rood. Wegwezen. Maar voordat ik het wist, woon ik in een huis met overal kussentjes en dekentjes. En tirelantijntjes. En dingen van de action, spreuken van de action. En houten mandjes en spreukjes en dingetjes. En zat ik op zo'n kussen, op mijn knie en vroeg ik haar... Wil je met me trouwen? En ze zei ja. En toen dacht ik, ja, dat kan ik geen nee meer zeggen natuurlijk. En nu word ik zelfs vader, man. Echt, hoe doen jullie vrouwen dat? Echt ongelooflijk, man. Ja, het enige wat ik nu kan doen is een beetje wachten en... ja, toegeven aan de nesteldrang van mijn vrouw. Zonder glimlach, ons reet te druk, zaterdagmiddag. Ik ben hier niet uit vrije wil, ga netjes met mijn vrouwtje mee. Even langs de IKEA, ach ja, zei ik weer tevreden. We kwamen hier alleen wel wat kussentjes, misschien iets voor aan de muur. Maar we zijn hier nu inmiddels, zo'n 2,5 uur. We lopen langs de keukens. Kan je krijgen zoals je wil.
Eén met extra kastjes. Of een oven met een grill. Misschien een keramische kookplaat. Met erboven zo'n hippe lamp. Oh nee, die zagen laatst ook al hangen. Wil zijn vrienden in Zaandam. Echt origineel zijn bij de IKEA? Nee, dat valt niet mee. Alle stellen die hier lopen, die lijken op ons twee. Even snel een hapje eten. We staan een half uur in de rij. We kunnen nergens zitten. Geen plekjes vrij. De Zweedse balletjes. Ik voel ze gisten in mijn maag. Of dat allemaal op ga krijgen, dat is nog maar de vraag. Het zweet staat op mijn voorhoofd. Ik wankel op mijn benen. Misschien had ik er toch 8 in plaats van 16 moeten nemen. We lopen langs de plantjes. Zijn die nep of zijn ze echt? Kijk, dus in de winter ook heel handig. Zo'n grote partytent. Oeh, die stoel die zit best lekker. Was dat voor een mooie doek? We zijn nu echt aanbeland in de koopjeshoek. Waar alles nog eens langskomt, maar dan maar een krasje of een barst. Man, ik ben zo benieuwd of alles in de auto past. En dan is daar de kassa. Het einde is nabij. Natuurlijk, wij kiezen dan weer de verkeerde rij. En terwijl ik afreken, hoor ik achter mijn rug. Oh schat, we zijn die kussentjes vergeten. Loop jij nog even terug? Een van de voordelen van getrouwd zijn vind ik toch wel, ja, dat ik niet meer op zoek hoef te gaan naar een vrouw, weet je wel. Dat is toch een gedoe, hè? Dat internet daten en zo allemaal. En zeker op mijn leeftijd. Als je dan nog een vrouw wil vinden, dan krijg je toch een beetje te maken met de restjes, weet je wel. Ja. Nou, ik merk dat aan mijn schoonmoeder. Mijn schoonmoeder die is 60 plus en die is al jaren geleden gescheiden. Die probeert nu via internet toch weer aan de man te komen. En dat valt niet mee, man. Ik volg dat dan een beetje. En wat ik niet wist, is dat die 60-plussers tegenwoordig, dat een stelletje geile rakkers zijn. Hè? Ja, vroeger was dat oud. Vroeger bij 60 was je klaar. Mijn opa was 60, was gewoon een oude man. Weet je, die zat gewoon zo met zo'n pak, zo'n stropdas zo. Maar tegenwoordig, doordat we steeds later oud worden en dat Nederland beweegt en zo. Hè, ik hoorde ook dat ze allemaal hun eigen apps hebben tegenwoordig, die 60-plussers. Dat heet al niet Tinder, maar minder. Maar dat gaat een beetje minder, hè? Het is niet meer zo, weet je wel, van als die jongeren van swipe links, swipe rechts. Nee, wacht, even mijn bril pakken, hoor. Wacht even, hoor. En moet ik hier dan swipen? Dat is toch gewoon vegen? Zo heel ouderwets allemaal. En bij schoonmoeder zitten dan ook van die websites. Dat heet dan daten voor hoger opgegelden, geloof ik. Maar weet je, ze heeft al een paar hele slechte ervaringen gehad met mannen. Dus nette pensionado's. Keurige mannen die daarna een paar glazen wijn zo bovenop haar sprongen. Ze heeft al een keer een notaris gehad, die bleek een soa te hebben. En ze had ook een man die bekende na een paar glazen wijn dat hij melk uit haar borst wilde drinken en dat soort dingen. Weet je wel? Van die hele zieke dingen. Dus ze is een beetje voorzichtig geworden de laatste tijd. Als ze tegenwoordig iemand op het oog heeft, dan vragen ze altijd mij en mijn vrouw eerst om even mee te kijken. Van om even te screenen een beetje. En een tijdje geleden waren we bij haar. En toen zei ze, nou, ik heb nou een man gevonden online. Oh, nou echt. Het zou hem echt wel eens kunnen zijn. Hij is gepensioneerd ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus hij vast een goed pensioen. En hij houdt van dezelfde dingen als ik. Ik denk echt dat hij een soulmate is. En hier kijk maar. En ze draait zo de laptop om. En kijk zo in haar account. En ik zie een foto van een keurige 60. Een hele nette man met een scheiding en een brilletje zo. En die keek zo vriendelijk lachend in de camera. En er stond een verhaaltje bij dat hij van wijnproeven hield. En van reizen, van een goed boek. Allemaal hele nette dingen. Dus ik scroll zo een beetje over zijn profiel. Kom op een gegeven moment bij zijn gebruikersnaam. Staat daar Dolle Stier 1951. En zei ze, Max, wat denk je, is het wat? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen, maar het lijkt me een hele aardige man. Ja, hij heeft leuke hobby's en zo, maar die naam, is dat... Oh, dat is heel normaal tegenwoordig, kijk maar bij mij. En ik scroll ze helemaal omhoog, kom ik bij haar, staat de hete Bliksem 53. Ja, ze zegt, ja, ik heb al wel met hem gebeld, geappt en zo, maar ik durf niet met hem te bellen, want dan krijgt hij straks de verkeerde ideeën. En god, ik zou zo graag zijn stem willen horen. En hoe kan ik er nou achter komen? Bla, bla, bla. Nou, dan zat ze zo samen met mijn vrouw zo te brainstormen. En op een gegeven moment had de vrouwenraad had dan maar besloten dat ik hem dan maar moest gaan bellen.
Ik zei, nee, dat ga ik niet doen. Come on, wat slaat dat nou op? Waarom zou ik me daarin moeten mengen? Ik ben je vader niet of zo. Nee. Nou ja, goed. Hè? En als ik nee zeg, dan is het nee. Dus de dag erna bel ik. En ik denk, laat ik het nou maar doen. Weet je wel, kan ik even punten scoren bij mijn schoonmoeder? Dus ik bel die man op. Ik krijg zijn voicemail. Dus ik spreek hem in. Ik zeg, hallo, je spreekt met Max van den Burg. Ik neem aan dat dit de voicemail van Dolle Stier 1951 is. Ik bel namens mijn schoonmoeder, misschien beter bekend als Hete Bliksem 53. Om even kort kennis te maken, misschien kunt u me even terugbellen op dit en dit nummer. Dank u wel. S'avonds gaat de telefoon, onbekend nummer, ik neem hem op. Is hij het? Hele aardige man. Hij begreep het volkomen. Hij zei, nee, dat begrijp ik. Tuurlijk, joh. Nee, je weet tegenwoordig niet met wie je te maken hebt op het internet, hè? Nee, dat is heel verstandig, joh. Ik ben zelfs een paar maanden geleden gestalkt een tijdje door een weduwe. Dus zeg maar tegen je schoonmoeder dat er niks aan had. Dan gaan we gewoon een kopje koffie drinken, hè? En dan verder, no strings attached. No strings attached. Nou, dus ik ben gerustgesteld. Ik hang op. Ik bel meteen mijn schoonmoeder. Ik zeg, nou, ik heb net met Dolle Stier gesproken. En ja, wat mij betreft groen licht. Hij begreep het. Hij gaat niks doen wat jij niet wil. Hij gaat gewoon rustig aan. Dus ik zou zeggen, ga heen en doe iets. Maar ik hoef het niet te weten in ieder geval. Nou, dankjewel Max. Tof dat je dat gedaan hebt. Nou, prima. Mijn rol was uitgespeeld, weet je. Ja, totdat ik de dag daarna een appje kreeg op mijn telefoon. Van een onbekend nummer. En ik maak het open. En ik zie dat het de foto is die ik zo moet downloaden. En als ik hem download, zie ik dat het de foto is van een lul. Een lul in een bos met grijs haar. Ergo, een oude lul. En ik denk, gadverdamme, wat is dat nou? En meteen erachteraan nog een appje. Excuses, was niet voor jou bedoeld, maar voor je schoonmoeder. Ik denk, dat is Dolle Stier. Gadverdamme, hij is uit zijn hokkelsnat. Het is een vieze man. Shit, ik moet mijn schoonmoeder bellen. Ik meteen haar bellen. En ik zeg, hey, heb je afgesproken met Dolle Stier? Ja, we gaan morgen lunchen. Ik zeg, doe dat maar niet. Ik zeg, doe niet, zeg af, blijf thuis, sluit ramen en deuren, want het is een vieze man. Ze zei, hè, hoe kom je daar nou bij? Gisteren was je nog zo enthousiast. Ik zei, ja, het klopt, maar ik heb me vergist, het blijkt echt een vieze man te zijn. Ja, maar hè, wil ik wel weten waarom. Want eerst was je nog zo, ja, er is nieuwe informatie aan het licht gekomen, dat je kan zeggen dat het een vieze man is. Nee, maar dan wil ik wel weten waarom. Oké, hij heeft mij per ongeluk een snikkel selfie gestuurd. Snikkel selfie, was dat nou weer? Zeg, ja, dat is een trend onder mannen, dat ze een foto nemen van hun geslacht. En die dan vervolgens aan vrouwen opsturen. Zodat vrouwen die foto dan vervolgens, weet ik veel, kunnen laten afdrukken op een dekbed overtrek of zo. Dat weet ik niet. Hè? Daar hebben die mannen niet over nagedacht. Hè? Het gaat puur om het verzenden. Ze zeiden, dat meen je niet. Ze zeiden, dat meen ik wel. Hij heeft dat naar mij gestuurd, maar hij was voor jou bedoeld. Hij heeft onze nummers door elkaar gehaald. En zei, oh nee, wat jammer. En waarom zijn mannen toch zulke viezerik? En ik dacht dat hij anders was. En nou, weet je, helemaal zo over de zeik. En een beetje gerustgesteld. Van, nou goed, dat kan gebeuren. Je vindt vast wel een leuke man. En nou, op een gegeven moment gingen we bijna ophangen. En toen vroeg ze nog wel zo van, maar trouwens, die foto, was het wat? Ik zeg, hoe bedoel je? Ze zei, nou ja, je hebt hem toch gezien? Was het wat? Ik zeg, je bedoelt die oude druipkaars bedoel je? Of, ja, daar kan ik toch wel iets over zeggen? Ik zeg, iets over zeggen? Daar kan ik helemaal niks over zeggen. Ik ben een hetero man. Kom op, zeg. Als ik dat zie, weet je, meteen, wow, dan gaan die luiken dicht. Telefoon onder de kraan, ogen uitspoelen. En de rest van de dag aan tieten denken. Tieten, 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 tieten. Met heel veel beer. Bier, tieten, voetbal. Bier, tieten, voetbal. Ik bedoel, dat verdring ik zoiets. Nee, maar je kan er toch wel iets over zeggen in grote lijnen. Nee! En dit was me toch een nee? Zo hé. Dit was gewoon een betonnen bunker met gewapend beton. Echt gewoon een atoombunker. Nee! Maar goed, de dag daarna heb ik toch nog een compositietekening gemaakt. En nu gaan ze binnenkort op wijnproeverij annex latex party. Ja. Ik begrijp het allemaal niet meer, die oudjes hoor, echt. Ik begrijp het sowieso niet meer. Maar door dat hele internet, hè, dan kom je achter allerlei dingen van mensen die je eigenlijk helemaal niet wil weten. Want internet kent ons beter dan onze geliefden. Mensen vragen mij nu ook wel eens van, Max, je bent nu zo'n nette man. Je bent getrouwd, je draagt jasjes, je wordt vader. Maar waar krijg jij nou eigenlijk nog een kick van? I get no kicks from champagne.
Beer alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of keihard porno? Look, all the seat, and then he packed the alles over achter, and he smeared some pizza back so, and then he'll drop you in the tent, and he'll go, woo! I get no kicks from cocaine. I'm sure that if I even took one sniff, it would bore me terrifically too. And I get a kick out of rondom de Kamasutra-beurs, van die geile kleding, van die rits overal, en zo ballen we weg, en zo ballen we weg. Ik ben jouw hondje. I get a kick every time I... Goed, dames en heren. Zo, het is even tijd geworden om wat te gaan bewegen met z'n allen, dames en heren. Jullie zitten nu al zo'n 25 minuten. En ik weet niet of jullie het weten, maar zitten is het nieuwe roken. Jullie zitten al een half uur te roken. Gadverdamme. Nee, kom, we gaan even bewegen met z'n allen. Even een beetje zaallicht erbij. We gaan even een beetje jullie even... Ik meen het. Jullie denken van... Ja, nee, ik kom hier op te lachen. Nee, je komt er te bewegen, ja. Nou is het afgelopen. Kom op, wakker worden. Nou, en een beetje schudden. Even lekker met die handen zo. Even lekker zo wapperen met die handen. Even lekker schudjes. Als je even moet hoesten, moet je het nu doen. Niet meer in de grap. Maar dat is irritant. Zo, hé. Even lekker, doe maar even... Maak maar even geluid. Ja, als je iets moet zeggen tegen degene naast je, doe het nu, hè. Het is uit. Whatever, kun je nu doen. Het is een heel goed moment. Even lekker vrij van die handen. En dan gaan we met z'n allen even door de neus inademen. Dan gaan we... En probeer die zon te pakken. Strek je maar helemaal uit. Probeer de zon te pakken. Oh, pak de zon. Oh. Oeh, die zon is heet. Laat maar los. Oh, laat maar hangen. Oh. Even lekker hangen. Zo vrij, vrij van die handen nog eventjes zo. Even lekker. Ik ben volgens de Abo verantwoordelijk voor jullie welzijn. Dus kom op, weet je, eventjes zo. Even klappen zo. Ah, dankjewel. Leuk. En dan gaan we de ondergaande zon pakken. Adem in door je neus. De ondergaande zon is voor je. Probeer die zon te pakken. Iedereen. En de zon verdwijnt in de schouders van degene voor je. Knijp maar eens in die schouders. Knijp daar maar eens even. Die weekstress. Kom op daar. Knijp in die schouders. Kom op, Eindhoven. Het is geen fistfucken, hè. Kom op. Het is gewoon een beetje masseren. Jezus, man. Zijn die preuts hier, hè? Hallo? Bijbelbelt. Kom aan. En een beetje knijpen zo. En pak die negatieve energie van die week en gooi die terug naar de kosmos. Ah! Lekker is dat, hè? Oh, bewegen, man. Ik vind het zo lekker, man. Ik ben de laatste tijd heel veel aan het bewegen. Ook goed dat eten probeer ik dan. En nu ik vader word, moet wel. Ik kan nu niet in één keer doodgaan of zo. Dus ik ben laatst zelfs op yoga geweest. Ja, op yogales. Zeiden ze tegen mij, Max, dat moet je doen. Yoga is echt goed voor je. Dus gewoon goed voor je innerlijke geest en voor je innerlijke vrijheid en voor je lichaam. Ja, ik had zoiets, volgens mij is daar gewoon voor huisvrouwen. Maar maakt niet uit. Ik ga daar naartoe zo en ik kom daar allemaal huisvrouwen. En allemaal zo'n eigen matje hadden ze dan zo, weet je wel. Van die korte, opgeschoren kopjes zo, weet je wel. Zo dat zo. En, nou, en ik dacht, weet je wat ik doe? Ik doe gewoon alles op één arm wat zij op twee armen doen. Weet je, als, uit solidariteit zo, hè. Maar het viel een beetje tegen, moet ik zeggen. Eerst plaats had ik zo'n lerares, die was heel erg goed. Echt zo'n hele lange, dunne sliert, zo blond haar met van die rubberen ledematen zo. En zo heel gezond, met van die gezonde quinoa-blosjes zo op de wangen, weet je wel, zo. Want ik eet de hele dag fruit en quinoa, heel gezond zo. En ze was heel lang, maar ze praatte ook heel lang. Maar alles was het zo van... En maak jezelf lang, strek jezelf helemaal uit. Adem rustig door en buig langzaam voorover. Rol één voor één je ruggenwervels af. Loop op je handen een stukje naar voor. En dan kom je terecht in de downward facing dog positie. Ik deed de downward facing dog. Ik heb nog nooit een hond zo zien staan, eerlijk gezegd. Man. En adem rustig door je neus in en door je mond uit. En dan buig je die knieën. En dan ga je over die handen. En dan strek je jezelf helemaal uit. Zodat je terechtkomt in de upward facing dog. En houd het vast en ontspan. Nee, het is een lekker ontspannen houding dit. Moet ik ook een keer thuis voor de televisie doen. Dit.
Oeh, ik raakte ook afgeleid door alles en iedereen. Van, oh, gadverdamme. Oeh, kijk recht in die bilnaad van diegene voor me. Gadverdamme, man. Heeft hij nou een teen aan man aan? Zie ik dat goed? Hé, kom maar weer overeind. En dan stap je uit met je linkerbeen. Je trekt die borst helemaal open. Zit een touwtje aan je kruin. En meneer achterin, de handen naar beneden. Meneer achterin, dat was ik dan. Meneer achterin, handen naar... Meneer achterin, nee, de handen... Nee, alleen... Meneer achterin. Dus stopte ze les. Kwam ze achter me staan, ging ze aan me zitten, zo. En dan moest ik mijn handen zo doen, in plaats van zo. Want als je het zo doet, in plaats van zo, ga je 10 jaar eerder dood. En dan gaat die rechterarm helemaal omhoog langs de kosmos. En strek uit. Trek die flank helemaal open. Kom je terecht in de halve open driehoekspositie. Hou vast en ontspan. Oh, fuck, ik moet een scheetje laten. Niet nu, Max. Doe maar straks als je de wapperende eend gaat doen. En tot slot, aan het einde van de les, gaan we allemaal op je matje liggen. Gaan we nog even mediteren. En pak een dekentje als je het koud hebt. Adem rustig in door je neus en uit door je mond. Probeer jezelf los te koppelen van je gedachten. En dan kom je terecht in het hier en nu. Want onthoud... Je bent niet je gedachten. Je hebt ze alleen maar. Haal hem rustig door. En als er dan toch een gedachte in je opkomt, zie die dan als een wolkje die voorbij trekt aan een verder blauwe hemel. Lach maar naar het wolkje. Je komt nu in de totale ontspanning. Laat nu volledig los. Goed zo, meneer achterin. We houden het leven veel te veel vast. Wees als een vlinder in het leven. Fladder van bloem naar bloem. Maar blijf niet te lang op één bloem zitten. Dat plak je misschien nog vast aan de nectar. Er gaat misschien van alles door je heen. Maar veroordeel jezelf niet. Jij bent volmaakt zoals je bent. Onthoud wat jij ook denkt. Wat jij ook voelt. Laat het er zijn. Weet je wat trouwens echt slecht voor je gezondheid is? Zal ik laatst denken. Echt slecht voor je gezondheid is terrorisme. Ja, kijk, je kan nog zo gezond leven. Hè? Nog zoveel spaarrood eten, quinoa, salades. Maar als je een terroristische aanslag terechtkomt, kan het in één klap weg zijn. En ik zou ook helemaal niet weten wat ik nou precies zou moeten doen als dat zou gebeuren. Ik zou echt helemaal zo... En je hebt tegenwoordig overal trainingen voor. En coaching en life coaches, kindercoaches, mental coaches. En toen dacht ik, zou het niet goed zijn als we allemaal, hè, vanuit de overheid, dat we allemaal een soort cursus zouden krijgen hoe je om moet gaan met een terroristische aanslag. Dus geen bedrijfshulpverlening, BHV, maar THV, terroristische hulpverlening. En dan zag ik helemaal voor me, zo'n lokaal met cursisten. En dan komt er zo'n enthousiaste trainer opgerend. Zo van, zo, goeiedag allemaal. Welkom bij de cursus Terroristische Hulpverlening. Leuk dat jullie grote getallen zijn gekomen. Mijn naam is Wim, ik ben vandaag jullie cursusleider. Heb je er een beetje zin in? Goed om te horen. Voordat we gaan beginnen, even kort iets over mijzelf. Hallo, mijn naam is Wim. Al meer dan 25 jaar. Geef ik allerlei soorten trainingen in de vorm van bedrijfshulpverlening, communicatieverlening, gedragsverlening, mensen beter laten functioneren, beter mensenmaatschappij. Goed, laten we beginnen met de training. We gaan vandaag werken aan de hand van een trainingsspel. Waarbij ik zowel de terrorist zal spelen als degene die wordt geconfronteerd met de terrorist. En dan gaan we daarna kijken hoe we de interactie tussen die twee kunnen verbeteren. Goed. Een situatie. Een meneer is lekker aan het winkelen op zijn vrije zaterdagmiddag in een winkelcentrum.
Hij heeft zojuist een paar nieuwe schoenen gekocht. Hij denkt erover om misschien nog een lekker stukje appelgebak met slagroom te gaan eten. Maar dan is dat plots de terrorist. Die wolk zit en naar beneden kijkt en waakt over leven en dood. Hij heeft mij naar aarde gestuurd om het bloed der ongelovigen te laten stromen van hier tot aan de Eufraat. En daarna ga ik zelf lekker naar het paradijs. Dan ga ik. Allah Akbar. Nou, hoe gaan we daar nou mee om? De eerste reactie zou in zo'n situatie kunnen zijn dat je boos wordt. Dat je gaat staan razen en tieren met zo'n gast met een Kalasjnikov voor je. Dat je iets hebt van, hey, ben je helemaal besloten met dit? Ga jij eens even ergens anders lopen kleden met die Kalasjnikov? Ik heb helemaal geen zin in dit gezeik. Dus mijn vrije zaterdagmiddag ben lekker aan het winkelen. Trouwens, je mag in het winkelcentrum helemaal geen terrorist verplegen. Heb je die stickers op de deur niet gezien? Wegwezen jij! Als jij zo doorgaat, vriend, zal ik niet aarzelen om stadstoezicht erbij te halen. Ja, wegwezen. Dat moet je dus nooit doen. Wat je wel moet doen, is dat je zo'n terrorist altijd moet aanspreken vanuit de ik-vorm. Dus je moet niet zeggen, jij bent fout, jij moet dit, jij moet dat. Nee, je moet zeggen, luister meneer terrorist, ik vind het vervelend dat jij hier een aanslag gaat plegen. Dat geeft mij een gevoel van onbehagen. Door die ik-vorm te gebruiken, geef je inzicht in jouw gevoel zonder de ander te veroordelen. Grote kans dat hij dan zegt, oh, zou ik het er niet bekijken. Wat ook altijd heel erg helpt, is om jezelf altijd even voor te stellen. Dus hij staat eraan zitten te tieren. Oh, wat is hij groot? Oh, wat is hij machtig? Ik ga iedereen om zijn. Zeg je, ik ben Wim. Dus jij misschien een bakje koffie? De-escaleren. En als dan dat gesprek op gang komt, is het heel belangrijk dat je goed luistert, samenvat en doorvraagt. LSD. Mocht het allemaal niet werken, hij schiet jou dood. Kan gebeuren, rustig blijven. Hij schiet jou dood. Jij gaat naar het paradijs. Jij komt er aan. Hij blijkt gelijk te hebben. Allah blijkt te bestaan. En die Allah, die gaat me daar een partij tekeer. Die staat daar. Hé, hey, weet je wie ik ben? Ik ben Allah. Jij niet mij geloven? Hey, ik zou je zeggen, je gaat voor altijd branden in de hel. Dat is wat jij gaat doen. Je gaat voor altijd branden in de hel, mannetje. Rustig blijven. Gewoon zeg, Allah, even time out. Allah, ik ben Wim. Allah, ik vind het vervelend dat jij mij voor altijd wil laten branden in de hel, want altijd is wel heel erg lang. Dan heb je grote kans wat Allah zegt. Wim, ben je misschien een bakje koffie? Maar goed, dames en heren, ik woon in Rotterdam. En ik heb daar altijd van die straatterroristjes voor de deur hangen, weet je wel. Van die jonge gastjes. Die hangen daar zo, weet je. Die hebben dan zo'n petje op en dan nog een hoodie eroverheen, zo, weet je. En zo'n jas dicht zo. En die lopen daar dan zo, weet je wel, zo. Zo heel, ja, alsof ze heel erg aanbijen hebben, eigenlijk zo. En die hoor ik dan altijd zo met elkaar praten. Zo, nou, praten gaat zoiets als van, yo, buts, heb je gezien deze kanker shit? Echt waar, kanker, vat, ab, ga je zeggen, deze shit, wat? Fucking kankerpolitie, deze fucking kankerflikker, weet je? Echt serieus, deze shit, wat? Moet je die patten zien, serieus, fikker, slik, bit, oude shit, bitch. Nee, flikker, echt waar, serieus, ab, kanker shit. Met Samsung Galaxy, echt waar, deze shit, gewoon, weet je, bitch. Echt politie, begrijp je, joker, brut. Tikken de kanker, brut, brut, kanker shit, van die Kalashnikov of zo. En het zijn dan blanke jongetjes met blond haar en blauwe ogen. En dan luisteren ze ook naar van die hip-hop van tegenwoordig, die Nederlandstalige hip-hop. En dan gaat dan ook zo van, yo bitch, ik heb saus voor je shit. Deze jonkoe, echt mijn bitch. Ik geef geld, deze kanker shit, bitch. Ho shit, nigger, ik kan niks, ik ben kansloos. Weet je zo.
echt deze shit. En dan luister ik daarna naar die hiphop en denk van, wow, er is wel veel veranderd. Toen ik jong was, was hiphop in Nederland niet meer dan we are going on a summer holiday if you want to go, yo Sven. MC Michael G en DJ Sven. Hè? Dat waren de Lil Kleine en de Ronnie Flex van toen. Hè, dat waren de gangsters. En even in herinnering brengen dat DJ Sven, die had zo'n petje van het klepje recht overeind stond zo. En zo'n bandplooibroek tot hier zo. Maar tegenwoordig, man, echt fucking hell. Laatst hoorde ik ook dit nummer. Dit was een hitje een tijdje geleden onder jongeren. Dit. Het ging ongeveer zo. Dat is een impressie, ja? Ik heb geen wifi in de club. Ik heb geen wifi in de club. Yo, die bitch is gek. Ze denkt dat ik haar binnenzet. Haal je ticket op internet. Ik heb hier geen WhatsApp. Ik heb geen wifi in de club. Ik heb geen wifi in de club. En ik zat er naar te luisteren en dacht, serieus? Hebben ze gewoon een liedje gemaakt over dat je geen wifi in de club hebt? He, alle dingen waar je liedje over kan maken, dat ze daar een liedje over maken. Dat je, ik heb geen wifi in de club. Ook gezongen met zo'n bakkes te lui om een gelaatsuitdrukking te hebben. Tja. Ik heb geen wifi in de club. En dan, is dit populair? Serieus? Ik ben ook niet de doelgroep, dat weet ik ook wel. He, dat zijn natuurlijk 13-jarigen en die zijn tegenwoordig allemaal massaal verslaafd aan wifi. Weet je. Ik ook, maar zijn nog veel erger. Het schijnt dat onder jongeren dat geen wifi hebben, geen verbinding of zegt connectie, dat de één na grootste angst is. Op één staat doodgaan en dit staat op twee. Geen verbinding, geen wifi hebben. En het schijnt alleen maar dat het op twee staat en niet op één, omdat er in het hiernamaals nog niet heel goed wifi-netwerk schijnt te zijn. Maar... Nee, maar toen kom je tegenwoordig op de verjaardag van een 13-jarige, zitten ze allemaal op die telefoon, weet je. Dat is gewoon, er komt er eentje binnen, vraagt hij niet van waar is de jarige, maar wat is de wifi-code? Hè? Dus ik snap dat wel, maar dat je daar liedjes over maakt. Ik heb geen wifi in de club. Hoe kom je ook op zo'n nummer, weet je? Dan ga je liedjes schrijven met z'n allen. Oké, jongens, we gaan de nummers schrijven. Oké, heeft er iemand verliefd of zo, weet je? Dat is vaak goed, liefde. Nee, niemand? Oké. Heeft er iemand liefdesverdriet? Dat kan ook heel goed zijn, weet je? Omdat je... Nee, ook niet. Oké, jongens, even brainen. Oké, wie heeft het laatste tijd iets meegemaakt wat hem echt gekwetst heeft, weet je? Zo'n moeilijk moment in het leven wat anderen herkennen, zo... Ik vind het moeilijk om te vertellen, maar ik was laatst in de club. En toen had ik geen wifi. Ik heb geen wifi in de club. Maar ik vind het zo gek te bedenken, weet je, als zij straks oud zijn, de jongeren die dit soort liedjes... Dat dan de liedjes van weleer zijn. He, als zij stokoud zijn en ze lopen achter de rollator of de zorgrobot of wat dan ook, he, dan is het van. Weet je nog dat ene nummer? Ja, die was goed, hè? Ik vergeet het nooit meer. Ik heb geen wifi in de club. Ik voel het nog, ik heb geen wifi in de club. Maar dat nummer wordt straks op begrafenissen gedraaid, gewoon, hè? Maar ja, als muziek de afspiegeling van de generatie is, weet je, dan moeten we ons wel zorgen gaan maken, denk ik, onder andere. Vind het gewoon zo'n raar idee te bedenken dat als ik straks stokoud ben en economisch totaal nutteloos en ik alleen maar wifi-zones loop te verstoren overal, dan denk ik van, hoe gaan ze dan met mij om? Weet je, wat is dan belangrijk of zo? Hoe wordt straks alles verdeeld? En daar zal ik zo over na te denken, zo van, weet je, van in de troonrede 2050. Weet je, dan wordt alles. Hè, nou ja, dat is dan tegen die tijd natuurlijk niet meer de troonrede, dat is dan de troonrap geworden. Hè? Zo van. Yo. Bitches van de Staten-Generaal. Deze kabinet. Deze kabinet heeft helaas moeten besluiten dat er geen geld meer kan gaan naar ouderenzorg en die cultuur shit en zo. Omdat er anno 2050 nog steeds clubs in Nederland zijn zonder wifi. Ja.
Maar ik ben ook verslaafd aan de dingen, hoor. Ik bedoel, ik rij ook vandaag hier vanuit Rotterdam naartoe. En dan zit ik ook in de auto, weet je wel, zo. Toch even iets checken op Insta en op Facebook. Wow, dat ik denk, oh mijn god, weet je wel. Dat ik zal het maar een ongeluk krijgen door dit soort flauwekul gewoon, weet je. He, je moet tegenwoordig ook trouwens geen ongeluk krijgen, hè. Want het schijnt dat een heleboel mensen dat ze niet meer gaan helpen. Maar dat ze gewoon, als er iets echts aan de hand is, iets ergs, dat ze dan gewoon gaan staan filmen, zo, weet je wel. Dat lijkt, is mijn allergrootste angst, weet je. Dat ik een ongeluk krijg, misschien wel door mijn eigen schuld, weet je wel. Zo, dat wrak zit en je weet niet eens wat er precies gebeurt. Dus je denkt alleen maar, ik moet eruit. Ik moet hier weg, dadelijk ontploft die auto. En die deur die gaat niet open. Je voelt bloed zo. En je kijkt naar buiten of er iemand is om je te helpen. En je kijkt zo recht zo in de camera, zo, weet je. En dan staat er zo'n gast zo van, wow, moet je kijken wat er uit zijn hoofd komt gewoon. Fuck. Ja, dat je gewoon interessante content bent geworden om te delen op Facebook. Dat je geen mens meer bent, maar gewoon content. Van, wow, moet je kijken, man. En jij met je laatste krachten nog om hulp roept. Zo van, En zei hij nou, help me? Nee, hij zei, tag me. Maar goed, dames en heren, misschien ben ik een beetje te pessimistisch. Je weet niet hoe je kind wordt, hè? Dat weet ik ook niet. Ik zou ook niet weten hoe je met al deze dingen moet omgaan. Lijkt me best moeilijk om nu op te groeien, weet je. Gewoon zo. Je moet veel op die kids af, man. Dat kun je niet tegenhouden. Je kan je kind niet op laten groeien in een soort wereld van bloemetjes en bijtjes, weet je. En net doen alsof alles heel mooi is en alles vredig en alles is kleurig en zo, weet je. Zo'n vrije schoolachtige opvoeding of zo. Ja? Dat is niks voor mij, dat ga ik niet doen. Nee, man, de vrije school. Kennen jullie de vrije school? Hebben jullie een vrije school in Eindhoven? Ja. Hebben jullie school hier, ja, tegenwoordig? Nee, maar je hebt een vrije school hier, hè? En hebben mensen ook op de vrije school gezeten toevallig? Ja, daar iemand. Oh, je wijst naar iemand. En jij hebt de NSB-opleiding gevolgd, of wat? Het is verdomme 4 mei, man. Nee, heeft er iemand op de vrije school gezeten? Ja, daar wordt gewezen, maar ja, dat vind ik, dan moet iemand het zelf... Nee, ja, serieus? Oh ja, ja, wauw. Nee, ik kom daarop, omdat ik een tijdje geleden was ik op de vrije school. Want, misschien wel leuk om te vertellen, een nichtje van mijn vrouw, die studeerde af aan de vrije school. Mijn vrouw zei, Max, laten we daar naartoe gaan. Dan kunnen we even kijken of dat misschien later voor ons kind ook iets is. Dan kunnen we de sfeer even proeven. Zeg, moet dat nu al? Ja, dat moet nu al. Nou, is prima. Ik denk, ja, goed, dan gaan we daar naartoe. Dus ik ben een beetje verdiepen in de vrije school. En de vrije school is gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner. En Rudolf Steiner was een 19e eeuwse filosoof, een esotericus. Die een beetje rare ideeën erop nahield. Maar die een schoolsysteem had bedacht dat draait om het kind, om de persoonlijkheid. En wat ik dan wel heel mooi eraan vond, wat ik las, is dat iedere dag op de vrije school moesten ze dan met een spreuk beginnen. In het begin van de dag zeggen alle kinderen een spreuk op. En degene die daar aangewezen werd, die kent deze spreuk waarschijnlijk, want dat doen ze tot op de dag van vandaag nog. En toen ik dat las, vond ik het wel heel mooi, want ik dacht, die spreuk ging over zo. Dat was zoiets als van, ik kijk rond in de wereld, waarin de zon haar licht zendt, waarin de sterren fonkelen, waarin de stenen rusten, de planten groeien, de dieren voelend leven en waarin de mens bezield de geest een lichaam geeft. En ik vond het wel mooi. Ik dacht, wauw, dat is toch mooi dat je met z'n allen zo, ja, moeder aarde en de kosmos en alles zo aanroept, weet je wel. Ja, ik vind dat mooi. Misschien komt het ook omdat ik zelf, ik kom ook uit Eindhoven, net zoals jullie. En ik zat op het GSW en dan hadden we ook een spreuk 's ochtends. Dat was boeken open, kop dicht. Dus ja, wij naar die vrije school. Was dan een vrije school in Amsterdam? En ik denk, nou prima. We hebben een vrije school in Amsterdam waar ooit dat rawfoodkind heeft gezeten. Kennen we het rawfoodkind nog? Dat was zo'n jongetje die mocht van zijn moeder alleen maar rawfood eten. En dan was dan de vraag, moet er nou de kinderbescherming bij komen en zo? Nou, hele zaak 10 jaar geleden. En die school was het. En die jongen die zat er niet meer. Die was inmiddels dood, geloof ik. En we komen bij die school en ik dacht, het zal wel een soort hippie tentendorp zijn, waar die kinderen ingesmeerd met hun eigen uitwerpselen zo heel extatisch aan het dansen zijn.
Nee, niks van dat alles. Het was allemaal heel strak, heel netjes. Zo'n beetje veel beton, glas, hout. En we komen zo die kantine, of hoe noem je dat, zo de aula binnen. En daar stonden dan die leerlingen, 25 leerlingen. Waaronder het nichtje van mijn vrouw. En helemaal geen hippie kinderen. Die jongetjes zagen er allemaal zo heel beschaafd uit. Die hadden allemaal zo'n jasje aangedaan. En sommigen hadden een beetje van dat creatieve Bob Dylan-achtige haar. Maar heel netjes. En ze praten allemaal heel netjes met een en zo. Heel goed allemaal zo. En die meiden waren heel volwassen voor hun leeftijd. He, die hadden allemaal zo hoge hakken. En dan hadden ze zo kousen aan. En een broekpakje of een soort jurkje. En dan rode lippenstift en zo knot. En zo, zo. En die ouders waren een beetje van die GroenLinks mensen. Weet je wel, van die, ja, van die moeders met van dat Hakim uit Sesamstraat haar, maar dan blond. Weet je wel, van dat subsidiehaar. Hè? En die vaders waren een beetje van die mannen met creatieve beroepen. Architecten of acteurs die dan zo'n pak zonder das hadden met gekke schoenen. Hè? En iedereen was heel huggy met elkaar. Iedereen was heel de kamer aan het omhelzen. Zo. Oh, die ouders met die kinderen. Hoi, schat. Oh, alsof ze elkaar 10 jaar niet gezien hadden. Zo. En die kinderen met de docenten. Hoi. En die ouders met de docenten. Hoi. En de ouders met de conciërge. Oh nee, dat is een Turk. Dat doen we niet. Want, super elitair, hè? Allemaal blank, blank, blank. Nou, op een gegeven moment moesten we dan de theaterzaal in. Want iedere vrije school heeft een theaterzaal. Want het gaat om het verhaal van het leven. En we gingen zo die zaal in. En ik ging een beetje in het midden zitten met mijn vrouw. En die zaal die stroomt vol. Voller. Nog voller. En het duurde lang. En die zaal zat op een gegeven moment bomvol. Met ouders, vrienden, noem maar op. En ik dacht, ik zat zo'n beetje om me heen te schatten hoeveel mensen. Er zaten ongeveer 250 mensen. Zo'n 250 man voor 25 leerlingen. Dat is gemiddeld 10 per leerling. Ik weet dat ze van de applausgeneratie zijn, maar dit was een soort staande ovatiegeneratie ding, weet je. Ik bedoel, bij mijn diploma-uitreiking op het GSW, hè, daar kwam helemaal niemand van mij. Gewoon. Oh ja, alsof jullie het menen. Zeg, kom maar. Dat was helemaal nul, man. Helemaal niemand. En ja, dat was gewoon, ja. Dat was ook wel logisch, want ik heb het nooit gehaald. Dus, nee, ik heb de HAVO nooit afgemaakt. Nee. Ik heb echt serieus. Nee, daar komt, ik volgde namelijk wat je zou kunnen noemen de leer van Edward Speibel. Even die. Edward Speibel was een 19e-eeuwse Duitse scheepsdokter. En die zou naar Amerika verhuizen en emigreren, maar die kwam helemaal niet aan. Want Edward Speibel deed alleen maar wat hij leuk vond. Hè? Dat is de leer van Edward Speibel. Je moet alleen maar doen wat je leuk vindt in het leven. Echt leuk. Dan kom je ook op de plek waar het voor jou leuk is. Dan kijk me hier naar eens aan in de Philipszaal in Eindhoven. Ach. Dan trappen jullie in, dat geslijm. Nee, maar goed. Op een gegeven moment begon het dan. Het licht ging uit in de zaal. Er kwam zo'n vrouw opgelopen. Dat was dan de directrice van de vrije school. Met zo'n vogelnestje op de hoofd. En zei, goedemiddag dames en heren. Fijn dat jullie hier zijn. Op de vrije school in Amsterdam. Bij het afstuderen van klas 2A van het VWO. Op het podium zien jullie 25 prachtige jonge mensen zitten. Waarvan de eerlijkheid gebied te zeggen dat niet iedere van deze prachtige jongen het diploma heeft gehaald. Maar dat is de vrije school. Daar is de reis belangrijker dan de bestemming. Verder gebied de eerlijkheid ook nog om te zeggen dat van degenen die het wel gehaald hebben, een aantal nog wel een flink jaar bijles zal moeten volgen. Goed, dan gaan we nu beginnen. Gaan één van de docenten afscheid nemen van de leerlingen op zeer persoonlijke wijze. Ik wens u veel plezier. Bam! Spotlight ging aan. Eerste docent kwam opgelopen. Beetje zo'n oude band, zo dik zo. Met zo'n beetje zo. Sterren, ga maar even staan. Sterre, ik wil graag afscheid van je nemen aan de hand van een gedicht van de Tsjechische dichter Bocic. En Bocic schreef een gedicht begin 20e eeuw over de vergankelijkheid van het bestaan getiteld Zwart Water. Dus ik ga het voor je voortdragen. Zwart Water. Weldra komt het geklater en van de eenden het gesnater van het zwarte water. Zwarte eenden in zwart water. Dat zijn diepe bodem vindt in de morassen van Zuid-Ossetië, waar het via de Zwarte Zee door de bergen heen is gesijpeld. Het zwarte ravijn heeft uitgeslijpt en weldra terug zal keren naar de bron waar wij allen vandaan komen. Het zwarte water verdampt en wordt regen, vormt zich een weg door de zwarte lucht, waar de zwarte vogels vliegen. O, gij horizon, gij verstrijkte tijd, gij zwarte mijter die we alle zullen dragen. Gij die het kruis slaat is degene die het zwarte water drinkt. Hij die het plast is degene die het overkomt. Het zwarte water stroomt later. Het is het gesnater van de eenden in het zwarte water.
Oh ja. Sterren, gefeliciteerd. Nou. Die zag Sterren kijken. Moet ik weer gaan zitten of zo? Die snapte er helemaal niks van. En de volgende was een soort lerares met een soort danspakje met van die blonde rasta haren. En die ging zo, Vlinder, ga maar even staan. Vlinder, ik wil graag afscheid van je nemen aan de hand van een moderne dans. 5, 6, 7, 8. Mama! Ah! Oh ja, Vlinder, gefeliciteerd. Vlinder, moet ik gaan zitten? Nou, hup, zo ging door. Ik kwam de volgende, was een soort docent met een karretje met allemaal scheikundige flesjes erop. Goed, Storm, ga maar even staan. Storm, wat zit er in het flesje? Weet je niet, Storm? Storm, hier zit koolstofarmonaat. En koolstofarmonaat is een carbonaat. En de carbonaat heeft een neiging om verbindingen aan te gaan boven de 180 graden. Even zo'n vlam aan zo. Ging een beetje mengen met elkaar. En dan wordt het paars zo. Hè? Dan wordt het geel. Ja, maar het leuke is om te zien, als dat doorstroomt, dat dit buisje zo. Dan moet je elektrolyse. Dan zitten van die stroopjes. Allemaal rookontwikkeling zo. Nog meer paars werd groen, werd blauw. Nog meer rook. Een soort rookoren. Denk ik, wat die de tovenaar. Op een gegeven moment gooide hij zo'n rookbom. Zo, Storm, gefeliciteerd. En weg was hij. Nou, ik zat er naar te kijken en ik denk, wat zit ik hier nou echt naar te kijken gewoon, man? Ik werd er gewoon een beetje stoned van, serieus. Ieder mens heeft ieder een soort bullshit-metertje zitten, hè? Zo weet je wel, zo'n metertje. Wat af en toe een beetje uitslaat, maar wij begonnen die aardig in het rood te komen. Zo. Ik snapte er geen reet van. En dan keek ik naar mijn vrouw, die snapte er ook niks van. Die kinderen snapten er niks van. Maar ik keek naar die ouders, die snapten het wel. Die zaten, ik snap het wel. Maar het was gewoon een soort battle van die docenten en die gunst om die ouders, die leerlingen. Er werd niks over gezegd, man. En die battle duurde 2,5 uur. 2,5 uur, man. En ik zat midden in het publiek en kon ook niet weg. De leer van Edward Spijbel, altijd aan de zijkant gaan zitten, dan kun je zo weg. En die battle werd uiteindelijk gewonnen door een docenten die ik zou willen omschrijven als een klassieke zweefteef. Echt, nee, maar echt. Eentje uit het boekje gewoon. Ze zat al de hele tijd aan de zijkant. En ik zag haar al de hele tijd zitten. Want ze had van dat hele lange blonde elfenhaar. Ze had een soort zwarte, hooggesloten Japanse jurk aan. En ze zat al de hele tijd naar alles en iedereen te kijken met zo'n blik van, ik weet iets wat jullie niet weten. En ik weet dat het goed is. Op een gegeven moment was het haar beurt. Ze kwam opgezweefd zoals een soort Japanse zeeanemoon. Zo. Quinoa, ga maar staan. Weldra is het nacht, zei het oude kind tegen de jonge moeder. Moeder, neem je me mee als de koplampen schijnen in het gezicht van de vergankelijkheid. Ik heb het koud, het is zo koud geweest vannacht. Laten we gaan lopen door de weiden, door de bergen. Laten we dansen als bloemen die langzaam ontwelken en de zon omarmen als een godsgeschenk. Dank dat je schijnt, maan die verdwijnt. Hij speelde het klokkenspel, meneer lieve heersbeest. Wat ben jij voor een duizendpoot, zei de oude grasspriet. En uit het oog van de tijd kroop een klein mannetje die langzaam naar beneden kwam. Hij had een purperen mantel, liep armantig door het dorp met de woord. Ik ben de koning, ik zal iedereen verblijden. En wie het mij niet zint, die verdwijnt in het gevang. Maar zelf was hij nietig als een kleine bij die verwelkt wordt door een bloem. Ik zie de bowlingbal komen. En denk, ben ik nou een pion? Ik moet weg van hier. De snoeppot is niet vol als de peperkoek nog niet geleegd is. Valderie, valdera, klinkt de melodie van de viool langzaam door de nacht. Een snoepviool in mijn hoofd. Ik stop alles in mijn mond als het moet. Ik adem de vergankelijkheid. Ik ben de peperkoek en bovenal ben ik fan van ABBA. Ah.
Nee, nog niks. Je weet niet hoe je kind wordt, hè. Kun je niet... Ik ben lang blij als er een mens uitkomt straks, joh. Ja? Dan zou ik wel zeggen, oh yes! Ik bedoel, als ik moet afgaan op die echo's... Dat is het enige wat ik tot nu toe gezien heb, man. Jongen, jongen, jongen. Dat is belangrijk voor een man, hè. Kijk, vrouwen, als je zwanger zijn, jullie gebeurt er iets in je lichaam. Jullie voelen het allemaal heel natuurlijk. Jullie weten, oh, het is daar. Oh, ik voel al iets in mijn man. Heeft zoiets van, groeit er geen mens in mijn vrouw? Dat kan toch helemaal niet? Je weet het wel, maar het is abstract. Dus wij hebben beelden nodig. Mannen zijn beeldend ingesteld. Dus ik weet nog dat wij naar die verloskundige gingen. En ik had echt zin in. En ik, oh yes, nu krijg ik ook wat. Weet je, nu krijg ik ook wat. En wij daar naartoe zo, yes. En er was een hele lieve vrouw. Het was heel aardig voor mijn vrouw. Die zei van, ga bij even het bed liggen. Dat is zo'n heilig moment. Mijn vrouw ging zo liggen. Haar buik werd ontbloot zo. Het licht werd gedimd en die vrouw was heel lief. Ze zei van, ik ga een beetje gel op je buik doen, kan een beetje koud zijn. En toen gingen we kijken zo en ik zat klaar achter dat scherm, weet je wel. Van, yes, kom maar op, mooie beelden. Ik had de 3D-bril op, popcorn, alles, weet je wel. Gewoon klaar voor de experience. Maar ik vind het een beetje tegen, moet ik zeggen. Eerst was het zwart-wit. 2018, zwart-wit, kom op zeg. En ik wist helemaal niet wat ik zag, weet je. Ik had even, want die vrouw ging zo over mijn vrouw's buik zo. Met dat ding zo. En ik zag alleen maar op dat scherm zo. Zwart, grijs, korrelig. Die tv-stuk, die kabel zit niet goed of zo, weet je wel. Nee, dat hoort zo. Nog meer zoeken zo. Zwart, grijs, holtes. Keek recht op mijn vrouw in. Botten, pezen, spieren. Hop, 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 hop. Getallen daarnaast. Net een soort horrorfilm. Zo onder in een andere wereld. Zo. Moederkoek. Placenta. Vruchtwater. En ergens in zo'n holte, daar zat hij. Oh, kijk, daar is het. Ik denk, daar is het. Ik zeg, dat is niet van mij. Dat is niet van mij. Mijn vrouw heeft een insect ingeslikt of zo. Kijk nog eens, wat... Echt zo, er is voor zo'n spitse reptiele snuit zo. Zo'n beetje een alienachtig wezen met van die doppen op de zijkant. Van die klauwen. Echt zo'n soort gamba die op zijn rug was gevallen, weet je wel? Zo. God, oh god, man. Ik schrok me kapot. Maar dat is heel gek hoe vrouwen daar heel anders op reageren. Mijn vrouw was helemaal zo, mooi hè? Ja. Prachtig, ik moet gewoon even naar het toilet. Eventjes, Nou, nu zitten we dan in die eindfase en nu schijnt het heel goed te zijn om al te praten met het kind. Ook voor vaders. Daar moet je tegenwoordig al voor de geboorte mee beginnen. We wisten volgens de ouders van nu, dus dan, hè, dat blad, dat is dan de Bijbel bij ons. Dan zei mijn vrouw, zei, Max, je moet gaan praten met het kind. Die communicatie moet nu al op gang komen zo door de buikwand heen. Ik zei, ja, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Weet je, laat dat kind nog even lekker daar zitten, man. He, de rest van zijn of haar leven he, kan hij of zij nog horen. Doe dit, doe dat, je mag dit niet. En ik vind dit de papa wat vroeger cabaretier. Laat een kind maar probeer het nou eens, maar Oké. Dus ik ook praten met het kind. Zo. Yo. Yo, kleine. Papa hier. Papa is een beetje geschrokken van jouw foto. Maar papa houdt nu al heel veel van jou. Nu al, wie jij ook wordt, wat jij ook gaat doen. Papa gaat heel veel van jou houden. En papa houdt zelfs al zoveel van jou dat hij alvast een Gmail-account voor jou heeft aangemaakt. En ook een Facebook-pagina. Ja, je staat al op Facebook. En leg ik nog wel uit wat het is. En ja, het is wel een beetje moeilijk om vrienden te vinden met jouw profielfoto. Nou, binnenkort ben je bij ons. Mocht je tot die tijd vervelen, als het goed is, heb je daar binnen wifi. Vruchtwater is wifi gelijk. Ja, wat moet je zeggen, weet je wel? Laat dat kind nog even met rust, man. Come on. Dat is toch lekker als je daar zit? Zouden allemaal niet meer lekker daar zo? Oh, man. Dat is toch... Oh, soms dan lig ik in bed zo tegen mijn vrouw aan. En dan
heb ik zo mijn arm om haar buik heen geslagen. En dan vind ik het zo'n gek idee te bedenken dat we daar gewoon eigenlijk al gewoon met z'n drieën liggen. Dat er gewoon eigenlijk al een volmaakt kindje gewoon ligt, weet je. Bij ons. Van ons. En gewoon het idee dat er tussen mijn hand en dat kind, dat er gewoon maar 1 centimeter huid tussen zit. Soms kan ik het al voelen, weet je. En dan denk ik van, blijf nou maar even lekker daar, weet je. Aan de andere kant. Andere kant van je geboortedatum. Wat ze nu in die eindfase doen, is dat ze eigenlijk geen echo's meer doen. Ja, je kan een pret-echo laten doen, maar ja, ik vind die zo prettig, eerlijk gezegd. Maar nee, is dat ze luisteren naar het hartje. Naar het hartje van het kindje. Dan hebben ze een speciaal richtmicrofoon, zo'n soort walkie-talkie ding met een microfoon zo. En dan gaan ze zo over die buik om te kijken of het hartje nog goed klinkt, of het goed klopt. En toen ik dat voor de eerste keer hoorde, zo'n klein hartje, dat oh man, dat, ja, dat raakte me echt, weet je. En de tweede keer heb ik gevraagd, mag ik het opnemen? Voor later, om haar te laten horen. En toen zei ze, dat is goed. En toen heb ik het opgenomen en ik wil het vanavond ook aan jullie laten horen. Hier hoor je, dan gaan ze zoeken zo, weet je. Dan gaan ze eerst, hoe ligt het kind? Waar ligt het hartje? En dan hoor je op een gegeven moment, het hartje van ons kindje. Zo'n klein motortje, weet je wel. Zo'n locomotiefje, weet je wel. Ik kom eraan, weet je wel. Ik kom eraan. Ik heb het. Oh, ik vind het mooi, man. Oh, lekker, man. Gehad. Bijna afgewerkt. Lekker een bier. Ja, toch? Oh. Maar niks. Oh, dit is misschien wel even een mooi moment om in de show om eventjes de merchandising aan te prijzen, dames en heren. Want zoals jullie zien heb ik ook wat merchandising meegenomen. Dat is niet mijn idee, dat is een idee van mijn impresariaat. Die zei, Max, je moet merchandising, ja? Dat is goed voor de mensen. Dan kopen ze, dan klop je nog wat centen uit die zakken van die mensen, weet je. Zeg je, maar ik vind dat zo goedkoop, weet je. Dan sta je op het podium en dan sta je daarna in de foyer met zo'n soort marktkoopmannetje. Zo van, wie maakt maar los, weet je wel, come on. Zeg je, maar ik zeg, dat zal wel, dan kun je geld mee verdienen. Weet je hoe duur tegenwoordig kinderdagverblijf is? Dus dit is de mok, dames en heren. Dus een speciale mok, moet ik wel zeggen. Het is met mijn hoofd erop. En ja, wat kan ik zeggen over deze mok? Ja, het is gewoon een hele fijne mok. Hij is heel ergonomisch. Je kan 2 vingers doen. Kan ook 1 of 3 zelfs, als je kleine vingers hebt. Wat kan ik er meer over zeggen? Hij is vaatwasbestendig. En voor slechts 8,50 kun je hem straks mee naar huis nemen. En hoe meer je er koopt, hoe goedkoper ze zeg maar worden. En ik heb er nog heel veel. Dus is de muziek van de show, dames en heren. Met leuke muziekjes. Gewoon leuke, ja, je hebt het al gehoord. Er komen er nog veel meer leuke. Voor in de auto, als leuk kerstgeschenk. Of gewoon ja, in bed, 's avonds. Of voor in de kast, ergens achterin weg te zetten.
Klaar de 50. Dan heb je hem. En dit is een leuk pakketje met leuke dingetjes van de show erin. Er zit een tena man zit erin. Er zitten wat slipjes van mijn vrouw zitten erin. Herinneringspakketje. Dus dat is 13,50. Ook heel erg leuk. Moet je doen. En natuurlijk het boek, dames en heren. Ik heb ook een boek. Dit is mijn boek. Let even niet op deze. Dit is een proefdruk. Die is helemaal nat geworden. Deze heb ik altijd bij me. Er is iets overheen gegaan. Maar ik heb hele mooie gave achter hardcover. Dit is mijn boek, Max. Want ik moest ook een boek. Dan zei mijn impresariaat, Max, je moet een boek. Dan zei je, maar ja, ik weet niet wat ik erin moet zetten. Want ik heb helemaal niks te vertellen wat ik niet gewoon in mijn show zou kunnen doen. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want je moet storytelling. Het is gewoon een beeld. Je moet een boek. Weet je hoeveel, als niemand die wat te vertellen meer zou hebben, geen boek meer zou schrijven, hoeveel mensen zouden dan nog een boek schrijven? Ja, ik snapte hem ook niet, maar... Ik moest een boek, dus hier is het boek, dames en heren. Ik wil hem even aanprijzen. Het was slechts 22,50. En dan schrijf ik ook iets moois in. Ik heb heel veel leuke reacties op het boek gehad, moet ik zeggen. En dan zeg ik heel onpartijdig. Sommige mensen zeggen van, Max, het is je gelukt om jouw verhaal in romanvorm te gieten. Want het gaat niet alleen over jou, het gaat eigenlijk over iets veel groter, over iets tijdlozers. Dankjewel. Weer anders zeggen, ben ik het helemaal niet eens. Ik vind het een thriller. Ik vind het zo spannend. Ik kan het gewoon niet wegleggen, man. Het is een page-turner. Weer iemand anders zei, ik heb op het strand gelegen met dit boek. Ik kwam als een kreeft, kwam ik van het strand af gewoon. Want ik heb niet eens doorgehad dat de zon scheen. Zo gaaf boek. Weer anders zeggen, nou, het is meer een soort zelfhulpboek. Want je kan heel veel uithalen. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb aan jou gespiegeld. En weer anders zeggen, nee, dat is een koffietafelboek. Het is gewoon een koffie. Het leuke is, dit is een stripboek. Nee, je kan het gewoon zelf verzinnen, want het is namelijk leeg, dames en heren. Je mag het helemaal zelf mag je het invullen. Er zit een koper, dat hoor ik al. Je ziet er een comedy in. Dat mag. Maar goed, om toch een beetje reclame te maken voor het boek, zeiden ze, Max, je moet één verhaal weggeven aan de mensen. Je moet één om jullie te teasen. Oh, dan zijn die verslaafd, dan kopen jullie straks allemaal naar het boek. Ik ga één verhaaltje uitzoeken wat ik vanavond dan gratis weggeef. Even kijken, nou misschien is... Ja, dit vind ik een leuk verhaal. Nee, dit is misschien wel een leuk verhaal. Nee, dat is een leuk verhaal. Het gaat namelijk over dat mijn vader kwam een tijdje geleden naar Rotterdam. Mijn vader is 75 inmiddels. Jazeker, 75 geworden vorige week. En hij heeft heel zijn leven in Eindhoven eigenlijk gewoond. En hij kwam naar Rotterdam. En nou, leuk, gezellig dagje. En ik weet niet of jullie het weten, maar Rotterdam is tegenwoordig een hele hippe stad. Hè? Vroeger was Rotterdam een beetje zo een grauwe havenstad. Nu is het nog steeds een havenstad, maar is het heel Berlijnachtig. En al die oude handelshuizen hè, en al die gebouwen en oude fabrieken zijn in één keer hippe restaurantjes en koffietentjes. En overal lopen van die hipsters met gekke fietsen. Rond zo. Ja, het is allemaal heel, heel alternatief en heel jong en heel stijlvol ook wel. Het nieuwe Centraal Station bijvoorbeeld. Allemaal heel mooi. En nou, mijn vader kwam. Ik dacht, weet je, ik zal eens laten zien. Weet je, trots op Rotterdam, waar ik nou woon. Hè? En ik zeg, pa, kom. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik neem hem mee naar een hip restaurant in Rotterdam. Heel bekend hip restaurant. Ik zeg, pa, ga je mee in een hip restaurant? Ja, dat is goed. Weet je wel. Dus wij daar naartoe. En we komen zo bij het restaurant. Lag op de bovenste verdieping van een oud gebouw. En dat is leuk. Moesten we met zijn oude goederenlift, moesten we dan omhoog. Weet je, als een oude afgesleten goederenlift. Dan denk je, hè, wat is dit nou? Wat is dit raar? Dit is hip. Dat kan niet anders. Dit is gewoon raar. Ik snap het niet, maar het is hip. En dan kom je zo boven zo. En normaal ga je restaurant in. Hè? Ga je zo, dit is het restaurant. Maar daar moest je dan door de keuken het restaurant in. Dat is hip, Eindhoven. Schrijf het op. Nee, maar dat is gek, weet je. Dan loop je door die keuken. Zo. En als je dan nog twijfelt of je nou in een hip restaurant terecht bent gekomen. Je weet zeker dat je in een hip restaurant terecht bent gekomen. Als zelfs de afwashulp je arrogant aankijkt. Met zo'n blik van... Ik ben helemaal geen afwashulp. Ik ben een cleanser. Want alles heeft een naam, hè? De barista, de cocktailista, de cleanser, noem maar op. Nou, wij beginnen met het echte restaurant in. Super gaaf. Echt, je komt daar binnen zo. Je ziet die skyline van Rotterdam. Het heeft van die rauwe muren zo. Overal zag je de buizen nog lopen, weet je wel? Het oude verhaal van het gebouw. En een soort betonnen afgesleten vloer. Die hadden ze dan groen geverfd. En zo'n soort wrakke houten bar met van die hippe cocktail shakers. Zo daarachter, weet je wel, zo. Heel hip allemaal. Allemaal oude tafeltjes en stoeltjes. Vintage. Nou, ik dacht echt van, wauw, ik heb nog nooit zoiets cools gezien. Dit is het walhalla van de hipsterheid. Dus ik zeg tegen mijn vader, pa, wat vind jij ervan? Hij, ja, lijkt wel een dakloze opvang. Goed, wij zitten aan zo'n krakkemikkig tafeltje, zo, weet je wel, zo'n beetje moeilijk zo. Een beetje pijn in je reet, maar goed. Ik wilde wel een biertje drinken, ik probeer zo'n ober te wenken. Want dat duurde lang, hè. Maar die obers, die kijken niet naar je om daar. Hè? Dat zijn eigenlijk een soort modellen die zo op de catwalk lopen, weet je wel. Sommigen hadden een heel groot leren schort voor zo. En echt met zo'n attitude van, jongen, jij moet blij zijn dat jij in de wind mag zitten die vrijkomt als ik voorbij loop. Zo, weet je wel.
Nou, op een gegeven moment kwam er dan zo'n jongen naar ons toe. Zo'n hele hippe dude met zo'n super strakke skinny jeans had hij dan zo aan. En hij had dan zo'n overhemdje met korte mouwtjes, met heel veel tatoeages. En dan wel zo'n strikje zo. En dan had hij een beetje zo'n jaren 40 snorretje en baardje had hij dan zo. Zo van, wat deed je nou? Ben je nou chic? Ben je nou ruig? Ik kan je niet plaatsen. Je bent vast hip. Je bent een beetje van alles wat. Je bent zo ongrijpbaar. Je glibbert door mijn vingers zo. En dan had hij ook nog zo'n mannenknot op zijn kop en zo'n hoornen bril had hij dan zo, weet je. En ik kwam daarnaast toe zo. Hey guys, my name is Guido, and tonight I'm going to be your servista, which means I'm going to serve you guys. First off, let me tell you something about the policy of our restaurant. Everything in this restaurant is 100% organically, biologically responsible and totally gluten-free. And of course, everything is fresh and homemade because we believe it's our policy, actually, that everything is very important for us. It's in combined with the nature. And nou, zat hij zo te lullen zo. En op een gegeven moment zei mijn vader zo van, hey Max, volgens mij is die Guido gewoon Nederlands. Ik zei, ja pa, ja. Dat zou wel kunnen, maar dat hoort een beetje bij het concept. Hè? Dat is een stukje storytelling, weet je wel. Dat hoort er een beetje bij. Maar nee, mijn vader zo... Hey Guido, jij bent toch gewoon Nederlands? Je heet toch gewoon Guido, of niet? Jazeker, maar we doen niet alles in het Engels, hè? Zo, Uiteindelijk namen we dan het hip en happy menu. He, hip en happy, het was 3 gangen, was al duur zat. Ik denk, ik ben happy. Nou, wij wachten en het duurde lang. Ik had honger. Nee, Guido, kom nou toch eens, weet je. En op een gegeven moment kwam Guido eindelijk onze kant op gelopen. Met 2 van die bordjes met wat groens erop. En er waren dan van die bordjes. Het leek wel alsof ze eerst zo op de grond kapot gesmeten waren. En daarna waren elkaar gelijmd. Dat is hip. Vraag me niet waarom, maar dat is hip. Nou, en hij zet zo die bordjes neer zo. En er staan van die blaadjes sla, zo recht tegenop elkaar zo gezet zo. En hij zei, okay guys, what I got for you here is the first course. This is called the House of Salads. And the special thing about this house is that it was harvested manually, crop manually, no pesticides were used in the production process. Everything was 100% biologically, ecologically responsible, en weg was hij. Nou. Dus kijken ze naar, ik zeg tegen mijn vader, nou pa, dat ziet er goed uit, the House of Salads. Nou ja, vind ik meer een soort dakkapelletje eigenlijk. Ik denk, ja, maar het gaat niet om de hoeveelheid. Het gaat om, weet je. Dus ik neem zo'n hap zo. En de eerste hap proef ik meteen. Zand. Oh, maar echt veel zand. Gewoon. Dat ze kiezen gescrubt worden, weet je. Gewoon kiezeltjes, alles. Een soort zanddressing of zo. Maar ik denk, zal er wat bij horen, Max. Je moet even openstaan. Mijn vader niet natuurlijk. Guido! Hey Guido, er zit zand in mijn slaw. Guido. Sorry. Er zit zand in mijn slaw. Guido. Oh, sorry. Let me just check with the salista. Hij naar de salista toe. Kom meteen weer terug met dezelfde bordjes. Zet ze neer en zegt, ah, there's been a little misunderstanding because the sand is supposed to be in the salad because it tells the story of where the salad is from. Bij het zandkasteel opeten, prima, weet je, kan gebeuren. Nee, je moet openstaan. Dat hoort erbij, weet je. Nee, hoofdgerecht zou wel beter zijn. En het duurde eventjes, maar inderdaad kwam Guido naar ons toegelopen met 2 hele bijzondere, ja, een soort dun en langwerpige borden. Een beetje S-vormig zo. Met allemaal van die kleine hapjes erop. Dat is ook heel hip, hè, van die kleine hapjes. En hij komt zo aan, we zetten het neer. Okay, guys, what I got for you here is called The Journey. You're going to make a journey, a trip, a very happy journey. And the first stop on your journey is right here in Brazil. En hij wees zo naar een paar kleine aardappeltjes die er lagen. These are Brazilian clay potatoes. And a special thing about the potatoes... Nou, een heel verhaal over die aardappeltjes. Echt eindeloos dat ze dan ooit nog, weet ik veel, waren gevlucht voor het regime en zo. Ja, echt. En het ging maar door. And the next stop is in France. En hij wees naar een paar van die kleine worstjes. These are French free-range goat sausages. Which means that the goats have always been outside in the meadow. They've been playing, they've been read to, they've been in theater classes. And een soort Franse vrije school geitenworstjes, denk ik dan. Weet je? Nou. En het ging maar door. En op het laatste was het. And these are some forgotten vegetables. The names I have forgotten. But have a good trip, guys. En weg was hij. Nou. Ik zit zo naar te kijken. Ik zeg, nou, pa, dat ziet er goed uit. Heb je zin om op reis te gaan? Hij zo, nou ja,
Ik weet niet waar jij naartoe gaat, maar ik ga gewoon naar Prakland. En dan schuift het bij elkaar. Prakt het! Dan schuift het ze. Jezus. Nou ja, ik denk... Het dessert. Daar stonden ze onbekend. Van prachtige desserts. En inderdaad, inderdaad. Op een gegeven moment komt Guido onze kant op gelopen met een soort... Ja, het leek wel een soort torenstelseltje. Zo. Het zag er prachtig uit. Hij zei het zo neer. Oké, okay, guys. What I got for you here is called the deserved. Because you guys deserve it. In the first tower, right here, we have biological dairy. Yogurt, so to say. The special thing about the yogurt... Nou, heel verhaal over die yoghurt, dat er dan, weet ik veel, vroeger nog melk was geweest of zo, weet ik veel. En this is custard on a vanilla base, very special vanilla, because it's a heel verhaal over die vanille, dat er dan vroeger nog, hè, dat hij nog met vanilla ice op tournee was geweest, geloof ik. En ja, weet ik veel, ja, ik weet het ook allemaal niet. And this is homemade grenadine syrup, everything gluten-free, no sugars added, fresh, of course, and homemade. So, hey, enjoy, you deserve it. Bam, en weg was hij. Nou, eerste wat mijn vader zegt, als je dan kijkt, is, dat is flaflip. Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, nou hier, kijk, het is gewoon yoghurt, vanillevla, siroop. Dat is een flaflip. Oh. Zeg, pa, wat jij nog moet leren, is dat dingen soms een verhaal hebben. Soms hebben dingen een context. He, een context die maakt, en ik kijk er nog eens goed naar en denk, verdomme, hij heeft gelijk, het is gewoon een flaflip, weet je. Guido. This is a flip. Maybe you asked the toetman, but this is a flip. Uiteindelijk moest ik 150 euro betalen, dames en heren. Inclusief de flip. Echt. 100 echte euro's, hè? Ik probeerde nog met zo'n briefje van 20. The special thing about the 20 euro's is, it used to be 50 euro's. Nee hoor, al mijn biljetten drie keer door zo'n machientje, weet je wel. Om te kijken of hij echt was. Zo. En voor gebakken lucht, dames en heren, gebakken lucht. En nu komen we bij de kern van mijn voorstelling. Er is te veel gebakken lucht. Ja. Ja. En we ademen het in. En we stoten het uit en we vliegen goedkoop door de gebakken lucht. En dat moet stoppen. En jullie moeten dat doen. Ik heb geen tijd. Ik word vader. Jullie moeten dat straks naar buiten de straat op weg met die. En om jullie een beetje daarbij te helpen, natuurlijk een beetje heb ik een protestlied geschreven tegen gebakken lucht. En dat ga ik nu voor jullie spelen. En ga ik doen op een heel bijzondere gitaar, mag ik zeggen. Want het is namelijk een luchtgitaar. Hebben jullie wel eens luchtgitaar gezien? Ja? Jullie kennen luchtgitaar, air guitar? Dit is standaard air guitar. Dit is zeg maar standaard, hè? Dat is gewoon zo. Gewoon een... Nou, deze heb ik niet bij me. Maar welke ik wel bij me heb, is deze. Wil ik even laten zien. Ik heb een hele collectie luchtgitaren thuis. Maar dit is wel de meest bijzondere luchtgitaar die ik heb. Heb ik vanavond meegenomen. Kijk eens even, dat is hem, dames en heren. Dat is een mooie, hè? Semi-hollow body, vrij licht van gewicht. Je kan hem dus vrij makkelijk... Oh, fuck! Oh, nee! Mijn mooiste luchtgitaar, shit! Oh, fuck. Oh, dat is zo slecht voor die dingen, als je die neergooit. Wacht even. Dat is echt, als je dat dan... Meestal kan dat dan meteen naar de reparateur. Moet het opnieuw afgesteld worden, weet je? Dat is echt... Sorry, hoor. Even kijken of nu nog wat... Oeh, dat klinkt dan niet goed. Wacht even, hoor. Kijk hoor. Ja. Nou, ik zie zo niks, maar ik denk toch dat hij naar de reparateur moet gaan. Want... Ja. Sorry, dames en heren. Dat is een beetje een klote ongeluk. Dat nummer over gebakken lucht, houden jullie te goed voor mij. Goed, volgende keer als ik hier ben, dan kan ik zeker. Oh, iemand heeft zijn telefoon aan laten staan. We hebben een beller. Oh, dat ben ik. Oh, wacht. Fuck, ja. Even wachten hoor, sorry. Is dit een grap van iemand? Nee toch? Of is dit een geintje van een onbekend? Welke is het dolle stier? Nee, even kijken. Oh, ik neem het toch maar even op. Wacht, sorry. Nou, ik vind het heel leuk. Hallo, met Max. Goedenavond. Hallo. Sorry, hallo. Ik kan u niet zo goed horen. Wacht, even wachten. Ik loop even hier naartoe. Hallo, met Max. Goedenavond.
Ja, Max van den Burg, daar spreekt u mee. Ja. Wow, stop. Ik kan... Bevalt? Is mijn vrouw aan het bevallen? Hè? Wacht. Of mijn telefoonabonnement bevalt? Maar ik schrik me kapot, alsjeblieft, zeg. Oh, mevrouw, wilt u alsjeblieft ophouden met mij te bellen? Ik word een beetje gek van jullie. Ik ben deze week al 3 keer gebeld. Ik heb geen enkele behoefte aan jullie producten. Laat me met rust. Ik zit binnen een cabaretvoorstelling. Ja? Dank u wel. Mevrouw, ja, dan moet ik meteen... Ja, maar u hoeft mij niet te bellen, want ik mijn vrouw is zwanger. Ik kan hem niet uitzetten nu, terwijl ik midden... Omdat jullie mij de hele tijd bellen, ja? Dus ik wil op... U kunt vast wel op een paar knopjes drukken dat ze ophouden met bellen. Ja? Ja? Oké, dank je wel. Oh, ja, is... Oh, het bel me niet register. Ja. Ja, heb ik ooit een bel me wel register ingevuld? Is dat niet handiger misschien, dat je dat laat invullen... als je wel gebeld te worden in plaats van lastig? Mevrouw, ik vraag u vriendelijk of u, godverdomme, mij niet meer wil bellen. Ik heb hier geen behoefte aan en ik wil niet meer. Ik geef nu aan, als ik ben een volwassen man, als ik producten wil kopen, dan ga ik zelf naar de winkel of naar Inter, kan ik het zelf gewoon vinden. Want ik ben niet dom, in tegenstelling tot u waarschijnlijk, want u begrijpt mij niet. En u hoeft alleen maar met uw ongetwijfeld dikke worstvingertjes een paar dingen in te toetsen. En dan kan ik door aan mijn leven. Oh, mijn toon bevalt u niet. Oh, nou jij belt mij. Dan moet je mij niet bellen. Ik zit midden in een cabaretshow. Opname, ook nog. Oh, mevrouw, het gaat mij niet om u. Het gaat mij niet om u. Het gaat me om het systeem dat lastigvallen van mensen. Alleen maar zodat je baas weer een Porsche extra op zijn oprijlaan kan zetten. Daar gaat het mij om. Nee, mevrouw, het gaat mij niet. Natuurlijk, ik... Iedereen moet werken. En u ook. Natuurlijk, ik weet dat u dit ook niet... Natuurlijk. 2 kinderen, ja? Hoe oud zijn ze? 12 en 15, ja. En zijn ze aan het puberen? Ja? Is het heftig? Vind ik wel leuk, maar luisteren ze dan ook naar van die hip-hop van tegenwoordig, dat lille. Yeah? Ja, tuurlijk. Ja, oh, ik. Ik heb geen wifi in de club. Ik heb geen wifi in de. Hè? Nee, ik heb wel wifi. Nee, mevrouw, ik hoef geen onbeperkt wifi-abonnement. Laat me gewoon met rust. Fucking hell. Oh man, dat wordt een lastige gevallen, hè? Oh, dat was niet heel aardig, geloof ik, hè? Ja, voelt er mee. Doe je dat ook zo tegen je vrouw dan, af en toe? Of, nee, dat niet, hè? Nee. Nee, man, ik merk iedere keer als die telefoon gaat, dan schiet ik helemaal tegen het plafond aan, joh. Ik zou ook wel weer eens naar een feestje willen of zo, weet je. Veel te lang niet gefeest, man, echt. Alleen maar thuis te wachten tot het kind komt. En ik wil echt wel eens een keer zo... Oh. Weet je dan nog 1 keer zo... Hè, zo... Huh? Mannen. Gewoon bier eten. Hè? Gewoon echt... Liters bier eten. Over je heen gooien. Bah. Shirt open trekken. Lekker, man. Gewoon hè, nog 1 keer zo... Bah. Maar dat kan niet, man. Ik moet scherp blijven. Ik kan niet drinken, man. Ik moet misschien rijden, weet je wel. Kan allemaal niet. Oh, man. En ook als ik met die vrienden van mij naar de kroeg ga, joh, dan is het, ja, ik drink wel 2 biertjes. Want, weet je, come on. Je mag blij zijn als ze nog 2 biertjes drinken. Ken je dat? Dan ga je met een vriend de kroeg in, hè? En je denkt van, nou, vanavond misschien wordt het wat. En dan bestelt hij gewoon verse munthee. Oh. Ja, iedereen is gezond, hè? Moet allemaal gezond en allemaal. Moet allemaal aan de quinoa en weet ik veel. Allemaal wat, man. Al die stoere gasten van vroeger, jongens. Allemaal brave Hendrikjes geworden. Echt. Ja, maar echt. Ik had vroeger ook zo'n vriendin in mijn studententijd. Een meisje, die woonde bij mij in het studentenhuis. Carlijn heette die.
En Carlijn was echt de grootste zuipschuit van iedereen. Die dronk iedereen onder de tafel. Carlijn was een beetje zo'n dispuutsmeisje, weet je wel? Een beetje kakkie zo. Ze hockeyde dan wel, maar ze was vooral heel... En ze was ook echt heel... Ze hield graag vocht vast, zeg maar. Maar gezellige meid, joh. En die rookte, die dronk, joh. En die was zo erg, die was zo vaak brak... dat haar stem was op een gegeven moment alleen nog maar zo. Die praatte gewoon de hele tijd zo. Die was gewoon altijd schor. Oh, ik heb gisteren echt zoveel van die shotjes gehad. Echt niet normaal, man. Hoe heette die dingen? Paardenkutten of zo? Echt niet normaal. Ik heb echt, daarna ben ik dan met een gast mee naar huis geweest. Ik heb heel zijn bed ondergekotst, geloof ik. Echt. Maar vanavond ga ik weer. La, 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 la. Weet je, dat zo. Nou, en een tijdje geleden gaf zij een feestje in Rotterdam. Zij was na haar studie direct naar Rotterdam verhuisd. En we waren elkaar uit het oog verloren. Maar op Facebook waren we weer een beetje in contact gekomen. En zij gaf een huisfeestje en ze had mij ook uitgenodigd. En ik denk, oh, dat vind ik leuk. Weet je, ik heb haar jaren niet gezien. En ik heb wel zin in een feestje. En ik ken nog niet zo heel veel mensen in Rotterdam. Dus ik denk, daar ga ik naartoe. Ik alles regelen met mijn vrouw van tevoren. Al weken van tevoren. Ik ga naar een feestje. Ja, nee, ga met jou. Ja, mijn schoonmoeder kwam als er dan wat was. Dan. En ja, zo, nee, nee, nee. En eindelijk mocht ik daar naartoe. Ik had de hele dag niet gegeten. Want ik denk, dat wordt vreten. En ik kom daar zo, weet je wel, bij haar appartement. Bel aan. Carlijn doet open. En ik herkende gewoon mij niet meer. Die Carlijn die vroeger zo was, weet je zo, die was nu helemaal zo. Zo heel strak nekkie zo. Super skinny zo. Ik zeg, hey Carlijn, ben jij dat? Hey Max, wat leuk jou te zien. Ik zeg, Carlijn, wat zie jij er goed uit, zeg. Ze zegt, ja, ik ben lid van de Health Club geworden. Ik ben in India geweest om aan mezelf te werken. En ze zag er echt 20 jaar jonger dan toen uit, hè? Moet je je voorstellen. Ja, ik zeg, je stem is ook wel goed. Ja, zeker, kom binnen. Leuk, man. Ze zegt, leuk. Hey, wil je wat drinken, Max? Nou, ik wil wel. Doe maar een... Voor ik het wist, kreeg ik zo'n groene smoothie zo pff, in mijn hand gedrukt zo. Met van die bladeren en gras, wat ze dan zo... Brrr. En ze zei, ga maar even praten met mijn vrienden, kom ik zo bij je. Ze zei, nou, dat is goed. Ik zit die woonkamer in en ik zie die vrienden van haar. En het eerste wat ik dacht was dat ze een soort modellenbureau had ingehuurd of zo. Echt allemaal van die super skinny, slank, allemaal van die korte mouwtjes zo. Allemaal van die vrouwen zo heel... Met van die waterfles. Eerst wat ik deed was gewoon mijn buik inhouden zo. Weet je wel, meteen zo. Maar echt zo super sportief, zo allemaal, misschien van de Health Club, ik weet het niet. Zo heel levendig, maar zo heel, maar heel dun, weet je, afgetraind dun. Zo dun dat het een beetje, ja, randje anorexia is. Dat als je daarnaar kijkt, dat je ook een beetje honger krijgt, weet je? Ja. Dus ik denk, weet je wat ik doe? Weet je wat ik doe? Ik ga eerst even een bodempje leggen, hè? En dan kom ik zo wel bij die mensen. Want je weet, als je goed gaat drinken, dan weten jullie allemaal, dan maak je een goede bierlasagne. Hè? Laagje vet, laagje bier, laagje vet, laagje bier, laagje vet. Nou. Dus ik ga naar een hapjestafel. Nou, ik kon kiezen uit radijsjes, cherrytomaatjes, worteltjes, komkommertjes. Iets wat leek op een soort kokos quinoa dipsaus. Bleekselderijstronkjes, rauwe peeltjes. Echt van die dingen waar je als volwassen man echt helemaal niks mee kan gewoon. Zeker niet als je gaat drinken. Come on, dit is gewoon water in een jasje. Het is gewoon, je gooit het erin, pff, het is weg. Het is gewoon verteerd. Gewoon, je kan het ook blijven eten. The circle of food. Er gebeurt niks. Op een gegeven moment val je gewoon dood neer. Dat is wat er gebeurt. En er stond dan ook zo'n trien bij. Stond er dan. Ja, ik wou zeggen dat ik al hapjes heb gemaakt. En ik heb ook een foodblog. Hier is mijn kaartje. En ik wou even zeggen dat alles is 100% organisch, biologisch. En alles is glutenvrij. En er zit echt nergens suiker in. Dus leef je uit. Ik, nou, als ik me uit wil leven, wil ik juist extra suiker en extra gluten. Dan wil ik namelijk een beetje iets van mezelf kapot maken. En met dit konijnenvoer gaat dat niet lukken. Geef mensen een keuze, weet je, dat gezonde gedoe, man. Dat is hetzelfde als je tegenwoordig, je bent lekker aan het borrelen in een leuk eetcafeetje of zo, een restaurantje. Beetje wijn, een beetje bier. En je denkt, oeh, laagje vet, weet je. En dan ga je zo naar die barman en zeg je, doe mij maar even een portie bitterballen. Ja, een grote portie. En dat zo'n jongen zegt, sorry meneer, maar we hebben geen bitterballen. Maar we hebben eventueel wel brood met smeersels. Brood maar waar? Brood met smeersels, meneer. Of eventueel hummus, als u wil.
Hummus. Zie ik eruit alsof ik Limburgse homo's wil? Ik ben een bierlasagne aan het maken. Ik moet gewoon iets vets hebben. Doe maar frikandelletjes of kaaskroketjes zo. Nee meneer, we hebben geen frituur meer, want dat is ongezond. Doe maar die brood met smeersels dan. En dan komt het hoor, dat brood met smeersels. Dat is dan altijd van dat gore zuurdezenbrood. Wat echt helemaal nergens naar smaakt. Behalve dat het 3 weken onder een voedsel heeft geplakt. Gewoon zo. En dan krijg je dan 3 van die kleine bakjes met vogelkak. Krijg je dan zo erbij zo. En dan sta je daar met je biertje onder je oksel. Met zo'n veel te klein lepeltje. Sta je die gore vogelscheid op dat smerige brood te frotten zo. Godverdomme. En vaak is het zo droog dat het gewoon in een soort bolletje er zo overheen rolt. Zo recht in je bier, weet je. Godverdomme, man. Ah. Dat gezonde gedoe, man. Houd toch op met dat biologisch organische komkommers bij de Albert Heijn, man. Kom op, biologische komkommers. Je zegt dus eigenlijk, we maken kutkomkommers. Maar we hebben ook gewone komkommers eigenlijk. Gewoon gezonde komkommers. Laatst stond ik in mijn handen met biologische douchegel. Denk daar eens over na. Biologische douchegel. Maar what's next? Vrije uitloopshampoo? Ja, kom op. Van... Nee, dat is toch anders dan je weet dat hij niet opgesloten heeft gezeten. Gewoon, weet je. Dat is toch, ja, vind ik toch, ja. Dat voel je gewoon, dat voel je gewoon. Dat voel je gewoon. Come on, dat is een mindfuck, hè. Dat is gewoon een mindfuck. Daar verdienen mensen geld aan. En, oh man, ik trap daar zelf ook in, hoor. Bedoel, ik ben net zo slecht. Bedoel, ik val daar ook voor, van dat groen en biologisch. En, ik ga in Rotterdam ook wel eens naar de markt, met een Q, markt. Dat is dan zo'n hippe supermarkt. Met veel te dure producten, weet je wel. Maar dan heb ik zo'n jute tasje, heb ik dan gekregen van de vorige keer, weet je. En dan pak ik zo dat tasje. En als ik dat tasje alleen al omdoe, dan voel ik al zo... Ah, 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 ah. Dan voel ik mijn heilig boontje, echt. Een biologisch boontje. En als ik daar naartoe loop, denk ik echt van... Oh, ik ben zo goed bezig. Ik ga gewoon naar de markt met een Q. Oh, ik ben zo goed. Veel beter dan die andere. Oeh, een foto van een hamburger. Oh, ga weg. Oh, ik eet alleen maar gezond. Ik eet alleen maar superfoods. En alles is biologisch en organisch. Het is heel belangrijk. Ik eet heel veel groentjes, ook op feestjes. En ik ben zo gezond. Als ik poep, komt er gewoon goede smoothie uit. Kan ik zo drinken? Kom op, man. Nou, goed, ik doe er ook aan mee, weet je. Ik heb ook van die dagen dat ik denk van... nou. Nu ga ik echt gezond eten, weet je wel. Nu ga ik echt mijn best doen. Oeh. Ja, die dagen duren altijd wel heel erg lang, moet ik zeggen. Ga je naar de biologische markt? Gember, thee, quinoa en spelt. Ik heb voor een potje tarwegras meer dan een tientje neergeteld. Probeer ook eens glutenvrij lijnzaadbrood. Roggemeel, boekweit en hop. Ik heb na een glaasje sojamelk meer dan een uur lang gekookt. Ik eet ook veel peulvruchtjes omdat dat moet. Groene linzen, kidneys en kelp. Door al die boontjes voel ik me goed. Maar laat scheetjes uit de hel. S'avonds dan eet ik gezonde snacks.
muesli, reep, komkommer en ter. Ik heb heel de dag gezond geleefd, maar mijn maag knort als een gek. Eet toch een frikandel, wat maakt het uit? Mayonaise, curry en ui. Ik heb via thuisbezorgd.nl toch nog een kapsalon besteld. Maar goed, ik ben dus op dat feestje en ik dacht, weet je wat, als ik niks kan drinken, als ik niks kan eten, dan ga ik een beetje sociaal doen. Dus ik raak aan de praat met die vrienden van Carlijn. En ik raak aan de praat met een hele lange, sportieve kerel, ook van de Health Club. Echt zo'n gast met een heel goed lichaam. Je zag zo'n veehals, dat zag zo'n sixpack onder en had ook zo'n waterflesje. En zo'n goede kop, weet je wel, zo'n body dude. Echt een beetje zo'n Arie Boomsma-achtig type. Hè? Zo eentje die heel aardig is, maar ook heel irritant. He, met zo'n zendingsdrang de hele tijd. Eentje waarmee je op de sportschool wel lekker zou willen sparren zo. En aan het einde van les toch even met zo'n kettlebell zo pats tegen zijn kop aan willen tikken. Ja, weet je? Dat. Maar goed, hele aardige jongen. Hij heette dan Jan. Maar dan Jan met een Y. Ja, Jan met een Y. Oh, daar krijg ik ook zo'n jeuk van. Hè? Oh, van die ouders van, we noemen hem Jan. Maar omdat wij net wel anders, eigenlijk beter zijn dan andere mensen. Niet gewoon Jan, maar met een Y. Ik haat dat, van die mensen die... Laatst had ik ook zo'n jongen, die heette Wouter. Ik moest zijn naam opschrijven. Hij zei, ik heet Wouter. Met een A. Oh ja, van die ouders, weet je. We noemen hem Wouter. Maar weet je, het is geen originaliteitswedstrijd. Geef een kind gewoon een naam waarmee hij of zij makkelijk door het leven kan. Die jongen moet nu altijd zeggen, ik heet Wouter. Met een A. Weet je, ja, ik zou, als ik Wouter met een A was, voor straf mijn ouders dat ook altijd voorstellen met van, er zijn mijn ouders met een A. Maar goed, ik raak aan de praat met Jan. Hij is een hele aardige kerel en hij vraagt mij zo van, hey, wat doe jij eigenlijk? En ik zo, wat ik doe? Oh, ik ben cabaretier. Dus ik sta voor mensen te spelen en ik doe af en toe een tv-commercial. En zei, nee, dat bedoel ik niet. Nee, wat doe jij? Doe je body combat? Doe je power yoga? Doe je spinning? Wat doe je? Ik zei, oh, op die manier. Ik loop. Alright, je doet running. Oké. Hey, wat doe je voor running? Doe je barefoot running? Doe je Ironman, mud runs? Wat doe je voor running? Marathons? Wat doe je? Gewoon naar de winkel. Ja, soms op de fiets. Je doet cycling. Oké, wat doe je voor cycling dan? Doe je forest cycling? Doe je mountainbiken? Doe je gravel? Cross country? Wat doe je? Ik zei, nee, gewoon op een herenfiets. Gewoon, en ja, af en toe op vakantie huur ik een racefietsje. Dan maak ik zo'n tochtje. Oké, dan ga je echt cycletouren. Hè? En als je dan zo'n tochtje maakt, waar fiets je dan voor? Ik zeg, hoe bedoel je? Nou, waar fiets je dan voor? Je fietst dan toch wel ergens voor Afrika, of kankeronderzoek, of armoedebestrijding. Waar fiets jij dan voor? Voor mezelf. Gewoon, voor de lol. Oké. Nee, dat is oké. Je maakt een soort ego-tripjes dus eigenlijk. Oké. Hey, wat doe je verder op de holidays? Doe je nog body combat? Doe je nog gladiator course? Wat doe je eigenlijk? Wij gaan gewoon altijd met de tent. Oh, je bent een tracker. Wat doe je voor tracking? Doe je forest tracking? Doe je mountain tracking? Coastal trail hiking? Wat doe je voor tracking? We doen helemaal geen trekking. We gaan gewoon met de tent aan het water. Gewoon aan het water. Oké, dan ga je zeker kitesurfen. Of scuba diven. Of doe je fake drowning. Ken je dat? Fake drowning? Wat is dat nou weer? Fake drowning is helemaal hip. Dan ga je met 30 man op een gammel bootje. Word je voor de kust eruit geflikkerd. Moet je terug naar de kust zien te zwemmen. Ik zeg zo? En is dat dan voor de kust van Scheveningen? Of nee, voor de kust van Griekenland en Turkije. Maar, Jan, weet je, wij gaan altijd gewoon met de tent.
aan het water. En dan gaan we gewoon een beetje liggen lezen. Oké. Ja, ja. Speedreading. Nee! We gaan gewoon met onze luie reet gewoon lekker liggen. Gewoon bakken in de zon. Af en toe een beetje omdraaien als een kip aan het spit. Weet je wel, gewoon lekker goed doorbakken. Lekker veel vreten. 'S middags al dronken worden. En dat doen we allemaal voor onszelf. Met een Z. Wow, chill out, dude. Niet alles in het leven is een battle, oké? Ah, come on. Maar goed, uiteindelijk werd er een beetje muziek gedraaid. En ik dacht, wordt eindelijk een feestje, weet je wel? Eindelijk een beetje dansen. Er kwam ook een blad met shotjes erop. En ik dacht, gaan we, weet je wel? Wat is het? Wat is het? Is het tequila? Is het sambuca? Woe! Het was mineraalwater. Dus, maar goed, dansen is voor mij gewoon lekker dansen. Weet je wel, een beetje dansen. Maar daar ging iedereen in een soort rij staan. Rekken en strekken. En op een gegeven moment kwam Carlijn opgerend. Met een soort headset. En die begon. Oké, jongens. 5, 6, 7, 8. Verbranden. Daar gaan we. Geef me die jumping jacks. Max, jij ook. Verdomme jumping jacks, man. En we gaan naar squat. Squat. Dieper. Squat. We gaan naar de push-ups. In 3, 2, 1. En push-up. Push up en knieën heffen. En ik, wat is dit voor een feestje, man? Ik ga hier nog magerder weg dan dat ik aankom gewoon. Boksen. En breek die schedel van die zwerver. Breek die schedel van die zwerver. Ah, ik denk, man, wat is dit voor een feest? Die mensen waren een partij fit, joh. Die waren echt fit. Ik kon het gewoon niet volhouden. Ik stond op een gegeven moment trillen op mijn benen, man. Dit is niks voor mij. Ik denk, je moet gewoon suiker hebben, weet je. En we moeten nu wel even gaan zitten. Maar Carlijn had nergens in dat huis stoelen, want zitten is het nieuwe roken. Dus ben ik op zoek gegaan naar suiker. En er moet vast ergens een paaseitje ondergerold zijn of zo. Maar niks. Echt, het huis was suikerloos. Echt gewoon. Dus ik denk, ga naar de keuken. Even kijken of daar iets is. En dan kom ik in die keuken. En er staat zo'n gast. Je vage gast met een pilletje. En hij zo en ik. Oh, is dat... En hij, ja, smint. Ach, en ik wist nog dat ik in mijn jas, dat ik nog een oude Mars had zitten van een jaar geleden of zo. Helemaal verpulverd ergens onderin. Maar ik denk, met een beetje suiker, met een beetje water poets ik hem op en is het suiker. Dus ik loop naar de gang en ik kom langs het toilet en ik... Van het toilet hoor ik gehuil komen. Van een vrouw. Hey, hoor ik dat dan goed? Inderdaad, ik hoor gehuil. En gesnotter en gehoest en geproest. En het klonk niet goed. En er was verder niemand. Dus ik denk... Moet ik iets doen? De deur stond op een kier. Maar ja, moet ik nou open doen? Want ja, ik wil natuurlijk geen MeToo aan mijn broek krijgen. Maar het klonk echt niet goed. Dus ik dacht, ik kijk toch. Ik deed de deur open en ik zag daar een jonge dame op haar knieën bij het toilet zitten. Haar hoofd boven de pot. En ze stak de vinger in de keel. Dus ik zei, hoi. Gaat het niet goed met jou? Nee. Ben je niet lekker of zo? Nee. Ik heb vanavond iets verkeerds gegeten. Iets verkeerds gegeten? Hier? Ik denk, dat is knap. Ik weet niet wat ze er misschien is op ongeluk vochtig toiletpapier ingeslikt of zo. Ik weet het niet, maar... Maar wat heb je dan gegeten? Ik had een sherry tomaatje en die bleek achteraf niet biologisch te zijn. Ah. Dan ben ik naar huis gegaan. Het is mooi geweest, maar mijn tijd zit erop. Ik fiets lekker naar huis. Ik denk nog even langs de snackbar. Ik kom daar zo binnen en ik zie daar al dat lekkers liggen. Dus ik zeg tegen die man, meneer, doet u mij de meest gewelddadige friet die u heeft. Gewoon de meest agressieve soort, de meeste vette. Gewoon, hè, patatje derde wereldoorlog of whatever. Gewoon frietje dotter, whatever. Gewoon iets heel. En die man, wil je er nog wat bij? Zet u nog maar frikandel bij ook nog.
En hoe wil je de frikandel dan? Zegt, nou, doe die frikandel dan maar wel eventjes op een beetje verrukkelen. Dankjewel, super, dankjewel.